Rock.
Is hij de grootste aller tijden, Jan Marvink? Goedemiddag. Welkom bij de middagborrel. Met onze gasten vandaag, Simon Dopper. Welkom. Hey man. Maar dat is van alles bij Noah's Ark. Ja, ik doe alle schoenen die voor Jiggy J binnenkomen op het kantoor. Dan maak ik de veters van vast. Zo succesvol is Jiggy J tegenwoordig. Dat hij gewoon een strik heeft. Naast mij Melissa Evora. Hi. Welkom. Dank je. Introduce yourself to the people. Wat doe ik? Ja. Ik ben twitteraar en werkloos op dit moment. Dat is mijn introductie. Ja, dus als er mensen kijken die gaan zitten, als je je studie deelt, dan ja. Misschien komt er nog een baan uit voortvloeien. Check mijn Twitter. Tegenover mij vandaag Jan Baving. Hey, goedemiddag. Welkom weer, Jan. Ja, thanks. Waar heb je het meest van genoten de afgelopen Europese voetbaldagen? Jockey Daddy. Ja? Ja, het was mooi. Hij kwam erin, eerste balcontact, doelpunt. Is het trouwens een mythe dat hij tot 3 kan tellen of is dat echt waar? Nee, dat moet wel lukken, 3. Ja? Ja, maar dan... Daarna wordt het wel lastig. Ja. Nee. Nee, groot fan? Sowieso. Ja? Ja. Een van de realest Feyenoorders van de afgelopen 100.000 jaar. In dat ene seizoentje, ja? Ja, ja, sowieso. Ja, maar gewoon omdat hij het echt gelooft ook, toch? Ja, ja, hij voelt het. Hij is echt, zeg maar, geboren als kakkerlak en toen... is het zeg maar waar gekomen. Dus ik gun het hem sowieso. Komt hij nog een keer terug? Ik hoop het. Hij had eigenlijk al moeten komen, toch? Dat vind ik wel een beetje... Ja, ik las ook wel heel veel verhalen van Feyenoord. Die zeiden, ja, leuk dat hij het nu doet. Maar hij had ook gewoon terug kunnen komen. En toen heeft hij voor het geld gekozen. Dus het is daarover een beetje dubbel. Ja, op het moment dat hij mocht vertrekken bij City, bedoel ze dan. Ja, nee, dat zit natuurlijk wat in. Maar ja, ik denk ook dat als de subtop van de Primera División komt... Dan moet je gaan. Dan moet je gaan, inderdaad. Maar dat was jouw moment. Die trein komt maar één keer voorbij. De subtop van de Primera die is nog. Je moet gewoon stappen. Nee, maar ja, weet je, 7 minuten lang uitgefloten, erin komen, gelijk scoren. En dan ook Feyenoord gaan roepen in een arena. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat was niet moeilijk om dat te kunnen liplezen. Nou ja, laten we maar met deze Feyenoord-tafel beginnen. Bij Feyenoord, de Europese wedstrijd. Ja, ik had er in het begin niet zoveel vertrouwen in. Filena en El Amali er niet bij. Dat is toch een beetje de basis van je ploeg, denk ik. En het ging eigenlijk wel aardig. Goeie goal, Jurgensen die met een slim duwtje gewoon de 1-0 maakt. En dan Bottegi die in een minuut 2 keer geel pakt. Ja. En toen uiteindelijk nog aardig opgelost, denk ik, met een 1-1. Had nog met een beetje geluk wat meer kunnen worden. En ook met een beetje pech wat minder. Maar je staat er niet slecht voor in de groep. Nee, maar ja, we moeten nog wel Fenner en United. Ja, dat is inderdaad een pittige klus. Een nieuwe... Als je klaar bent met Tinderen, welkom. Hallo. Tinder is 2014, hè, jongen. Happen. Nee. Welkom, je moet zo weg, daarom zit je daar. Ik zit nee, Jan zegt ik ga alleen, ik mag alleen aan tafel als ik kom. Zoiets zei je toch? Ja, zeker. Ja, dus ik mij in mijn plek. Ik doe het zondag ook. Dus dat lijkt me zeer stand. Dan krijgen we een keer een serieuze show. Lijkt me leuk. Dus hoi. Waar ga je naartoe vanavond? Ik ga naar Sparta Heerenveen. Dat is een mooie wedstrijd. Laat het ook. Tenminste, dat een paar maanden geleden. Ik weet het nog niet. Nee, maar tot nu toe de 2 positieve verrassingen. Ja, ik wil het zeggen. Een paar maanden geleden dat je denkt, maar ze kon kunnen overslaan. Maar het is nu een leuke wedstrijd. Nee, denk ik. Tof. En twee ploegen die heel lekker voetballen. Gewoon echt hoor. Gewoon dat je denkt, oké, er zit een idee achter. En die willen echt aanvallen. En natuurlijk de beste voorhoede van Nederland, denk ik. Die ze in Heerenveen hebben. Of in ieder geval de leukste voorhoede met de leukste spelers. Ja. Kijk jij nou wekelijks Melissa alleen Feyenoord of kijk je wel de hele Eredivisie in? Nee, ja, ik kijk dus Feyenoord en Ajax mee soms. Waarom kijk je Ajax mee? Ja, redenen. En jij kijk je wel gewoon... Ik was altijd heavy op het Feyenoord volgen omdat ik dan radio luisterde. Maar sinds Jan-Dirk Stouten, RIP, weg is, vind ik het gewoon minder leuk. Hij was echt een legend, man. Ja. Echt, vond je?
Ja, serieus. Ik kon dat oprecht waarderen. Shout-out naar Jan Dirkstouten. Okay, als je kijkt, kom terug. Ik weet niet wat je nu aan het doen bent en hoeveel geld ze je geven, maar... Die was er vorige zondag nog, hoor. Ja, hij is ondernemer. Ja, lezingen toch en zo. Ja, hij heeft een groot bedrijf met lezingen dat ze geven door heel Nederland. Maar ik snap misschien als Feyenoord supporter dat je het leuk vindt, maar ik vind het echt tenenkrommend. En tegenwoordig zet ze ook bij Rijnmond. Het is toch ook een camera erop. Dat is leuk, toch? Ja, maar het is toch leuk, lokaal. Het is een beetje zoals AT5. Ja. Dus maar AT5 doet dit niet, hoor. Nee, deden ze het maar. Vind je? Is toch leuk? Ik ben daar ook voor. Het kan daar wel. Het kan daar wel. Ze hebben ook wel eens bij Fox geprobeerd om dan één PSV en één Ajax ziet. Dan kan je dan switchen tussen het commentaarkanaal. Ja, dat is gewoon kut. Ja. Dat is niet waar dat moet gebeuren, maar lokaal. Ik vind neutraal kan daar altijd zijn. Wat ik altijd vind is dat je dan altijd... vooral clubs vinden altijd dat je dan journalistiek moet gedragen op een perstribune. En dan komen wij, omdat wij internet soms ergens niet op de perstribune. En dan dat soort mensen die de hele boel bij elkaar schreeuwen, twee ringen naar voren vallen. En ja, dan denk ik, ja, dat heeft weinig met journalistiek te maken. Het is gewoon fans op een perstribune. Nee, inderdaad, als je het gaat afwegen tegenover de kritiek dus, die wij soms krijgen. Nee, maar ik weet je, ja, je moet ervan houden. Nou, ik hou daar niet van. Zeker niet, omdat het totaal... Ja, ik geloof gewoon niet dat die mensen echt... Jan Dirk was uniek daarin, in wat hij deed. En nu zijn mensen die hem na gaan doen dan, weet je. Nee, dat vind ik dat gewoon niet. There will only be one Jan Dirk Stouten. Hey, kijk, hij is legend geworden door dat... wat was het? Inderdaad. Schaam je. Ja, kusje bier. Tegen RKC toen ze die tegengoal kregen in de laatste minuut. En een keer tegen Twente was het ook goed. Met Pelle die toen rood kreeg, volgens mij. Ja, maar goed. Wat vind jij eigenlijk? Vind je het vet als mensen... Luister je überhaupt Rijnmond of niet? Of krijg je gewoon tv? Nee. Toevallig heb ik laatst wel een wedstrijd via de radio gevolgd. Ik weet even niet meer welke het was. Volgens mij de vorige Europa League wedstrijd. Want ik zat toen in de trein. Maar ja, ik weet niet. Het is toch anders dan kijken. Ja, waarom, weet je, ik ben juist tegen... Ik vind enthousiasme zo goed, maar als ik dan nu Gruter en Elsof op de radio hoor bij Champions League... Hè, die hebben de rechten dan niet meer voor de Champions League. En die doen het dan met z'n tweeën op de radio. Dat is gewoon heel fijn om te luisteren. Dat is voetbalenthousiasme, maar niet over de top. Maar dat luister jij terug dus? Nee, ik luister liever commentaar van die gasten... dan, dan dat ik een wedstrijd kijk. Ja, nou helemaal een Champions League show. Ja. Ja, nee, ik kan niet over dit onderwerp totaal niet meepraten... want ik luister echt nooit de radio. Ja, ik heb alleen maar dat is toch ook... Ja, kijk, dat is hetzelfde dat... Jack van Gelder was toch ook uniek daarin, weet je? Ja, dat vind ik altijd zo. Mensen die een tv-geluid uitzetten en de radio aan... en dan de tv erbij. Klopt ook niet synchroon, toch? Nee, volgens mij klopt dat sowieso niet. Maar het is niet aan mij besteed. Maar iedereen die het wel leuk vindt, moet dat vooral doen. Maar als we het dan... Die Feyenoord, want terecht, jij fan van Jan Dirk Staal... In Turkije is dit gewoon de standaard, toch? Zoiets, of niet? Wat? Qua televisie en radiocommentaar. Dat het fanatiek is? Nee. Alleen bij de nationale ploeg. Want in de competitie moet je neutraal zijn. Je mag niet eens je oordeel geven of je het zelf buiten spel lokale, vond lokale... Je hebt toch ook Je hebt clubkanalen die dan zonder beeld commentaar geven. Zo'n beetje... Iedereen kent het filmpje wel van Huntelaar, volgens mij. Dat die gozer helemaal in de studio helemaal gek gaat. Jan-Klaas Huntelaar. Ja, maar dat is er wel. Okay. Maar dat wordt eigenlijk na de wedstrijd teruggescrollt of er wat leuks in zat. Want daar kijkt niemand naar. Okay. Hey Nieuw, jij gaat straks naar het kasteel. Ja. We hebben een vraag. Even kwijt van wie die was. Dat maakt natuurlijk niet heel veel uit. Stugge... Zo, dat zeg jij nu, hè? Ik heb hem gevonden. Michael Dijkstra. Hier. Gaat Heerenveen eindelijk vallen op het stugge kunstgras van het kasteel? Of gaat de hommage naar Leicester door? Poëtisch. Jeetje. Ja, zo'n vraag aan mij stellen? Ja. Kun je me ook normaal stellen? Nee. Jeetje. Ja, ik denk dat het een gelijkspel wordt. En dat het gewoon een gelijk opgaande wedstrijd wordt. En ik denk dat Alex Pastoor een van de weinige trainers is die wel goed kijkt waarom wat Heerenveen goed doet. Mm. En dat zijn ploeg daar goed op voorbereidt. Dat heeft hij dit jaar tot nu toe altijd gedaan. Ja. Dus Schaars krijgt een mannetje. Nee, dat zou zomaar kunnen. International schaars. International schaars. Ja, zeker. Omdat de drone te vlak is. Ja, ik heb het allemaal niet meer. Ik was hier bezig met... wat was de uitleg van Martin de Roon niet? Die speelt te vlak. Hij kijkt al heel lang naar hem. Hij kijkt al zijn wedstrijden. Maar als hij dan... Het is het niet. En dat vond hij dat Schaar dat wel. Schaars dat wel had. Maar dat is toch gewoon legitiem als je dat vindt? Natuurlijk. Ja, maar... Ja, ik weet niet zo goed. Ik vind vlak zo'n gekke term. Oh, zo. Een voetbalterm. Ja, ik heb ook nooit de voetbalterm vlak gehoord. Jullie? Nee. Nee, maar ja... Heb je ooit iemand horen zeggen... Wow, wat speelt die jongen vlak vandaag?
Ja, nee, maar ik vind... Ik denk dat ze daarmee dan behoudend bedoelen of zo. Maar ik ken sowieso maar één term en dat is voetbalgochme. Die doet het altijd. Ja, dat heb Schaars zeker wel. Nee, maar ik vind het zo oneerlijk, ogen. Zeg maar, het is niet zo dat ik... Ik heb ook zeker geen aandeel in de Roon of zo, dat ik hem elke keer roep. Maar vorig jaar natuurlijk heel veel gezien bij Atalanta. En interesse gewekt van de hele Italiaanse top. En nu naar de Premier League en daar gewoon altijd spelen als hij fit is. En dan doet Schaars het 6 weken leuk in de Eredivisie. En dan denk je, ja, hij heeft alleen Fox Sport Nationaal. Maar ook wel international voor geweest, hè? Maar hebben we Schaars? Schaars eerder, ja, oké. Okay. Maar hebben we hem nodig tegen België en dan vooral natuurlijk tegen Luxemburg? Gaat hij spelen? Ja, ik weet niet. Kijk, er is vorige keer heel veel te doen geweest natuurlijk om het gezeik met... hoe heet die van Roma? De Stroopman. Ja. Weet je, afspraken, clubs en bond. Het zou best kunnen zijn dat er nu afspraken zijn gemaakt met bepaalde spelers. Dat ze tegen België niet spelen en tegen Luxemburg wel. Of maar 45 minuten en zo. Maar met Robben is dat sowieso. Ja, ja. Toch? Ja, maar ja. Daarom. Weet je weet niet ze iemand te meenemen. Is dat niet super pijnlijk? Met Robben is dat wel. Want dat gaat dus om, wat er één van de twee is kwalificatiewedstrijd. Dus zeggen we gebruiken hem alleen tegen Luxemburg. Maar ja, dan kan je toch Robben ook gewoon even skippen? Of hebben we die echt nodig tegen Luxemburg? Nee, maar of hij denkt... Kijk, het kan toch zijn dat hij denkt... België is echt een ploeg van kaliber Frankrijk, zeg maar. We gaan nu iets anders proberen in die wedstrijd. Ik weet niet de gedachte achter waarom hij Schaars selecteerd heeft. Maar ik zou het helemaal niet raar vinden... om bepaalde jongens met een bepaalde gedachte te selecteren. Omdat je die misschien later nog nodig hebt. Ja, maar Schaars later nog nodig hebben? Ja, dat, als hij dat vindt. De kwalificatie nog. Want hij gaat toch niet mee naar het WK? Waarom niet? Dit is toch gewoon zijn laatste seizoendag, denk ik. Of gaat hij nog wel door? Hoe oud is hij? 33 uit mijn hoofd. Oh, dat kan nog en als je hem ziet voetballen, is hij voor mij een van de fitste spelers. Dat is waar. Maar het is... Kijk, en dat is natuurlijk het lastige voor Danny Blind. Alles wat hij doet, ligt onder een vergrootglas. Nee, maar dat was ook... Het was wel een beetje de people versus Danny Blind, deze persconferentie. Want Wilfred Genee pakt zijn microfoon en die attaqueert hem op de man af. Daarna dat doet Valentijn Driessen precies hetzelfde. Ja, ik heb een hekel aan zeg maar, de insteek en het niveau van... Zou dat ermee te maken van dat de mensen bijvoorbeeld niet meer met voetbal in Zuid willen praten vanuit de KNVB? En dat het mediacontract van de KNVB afgelopen is met de Telegraaf? Ja, misschien zit het een beetje tegen persvrijheid en dat soort dingen aan. Maar ik vind best wel dat de KNVB dan mag zeggen van... Weet je, stel vragen van niveau of inhoudelijk over Oranje en anders kom maar niet. Weet je wat er gaat veranderen bij de KNVB? Aanstaande maandag, er komen de spelers altijd aan bij Huis ter Duin. Ja. En normaal is dat een gekkenhuis. Interviewtjes overal. Je hebt nu een persvak. Dat is geen officieel persmoment. Nee. Hè? Dat is ooit gecreëerd door de jaren heen. Dat die mensen aankomen met hun auto. En dat ze naar die auto's toe lopen. Kijken of ze hoeden op hebben. Ja. kijken door wie ze afgezet worden. Kijken of ze een tas wel bij hebben. Ja. Voor auto's rijden. Ja, inderdaad. En daar heel boos over worden. Wat voor auto's ze rijden. Als het opzichtig is, dan kan het niet. Nee. Want daar... met wie hadden... Oh, met Sjoerd hadden we die discussie natuurlijk. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Bijvoorbeeld de hele zaak Memphis. Ik had het over... Hij heeft laatst Memphis weer geïnterviewd. Vond ik een heel tof interview van Sjoerd. Omdat hij ook een van de weinigen is die echt de tijd heeft genomen... om lang met hem te zitten en te praten met hem. En weet je... Neem je daar de tijd voor of krijgt hij daar de tijd voor? Want ik denk dat er best wel maar mensen zijn die de tijd willen mensen. Nemen. Kijk, als jij serieus interesse in iemand toont, denk ik, als journalist. En als... Ik denk niet dat het zo werkt. Hey Memphis, ik wil interviewen. Heb je tijd voor me? Ik denk dat je daar... Het is niet een standaard persoon. Nee. Maar ik denk dat als je daar gewoon tijd in investeert... en oprecht geïnteresseerd bent in zijn beweegredenen... en wat er in zijn hoofd omgaat... dat jij, zoals nu met Sjoerd... weer een heel mooi verhaal kan maken. Wat zeg je? Hij moet zich er goed bij voelen. Maar vroeger was alle voetbaljournalistiek toch zo... Weet je, het waren eerst een soort van vrienden... en dan je trok gewoon met elkaar op... en dan kwamen er dope verhalen uit. En nu is alles natuurlijk helemaal doodgemediatraind... en er is een veel grotere kloof ontstaan tussen... journalisten en voetballers. Voetballers hebben de media niet meer nodig. Dat is het grote verschil. Ze hebben zelf Insta, Twitter, waar ze zelf hun eigen mediabeleid maken. Ja. Dus ze lachen om, oké, prima AD, maar hoezo? Ik heb 1,6 miljoen volgers als ik een verhaal kwijt wil. Ja, maar misschien dat ze zichzelf nog zouden kunnen zien als een tussenstuk tussen de club en media, weet je. Dus dat ze daarvoor ook wel een beetje mee moeten doen. Het is niet alleen voor hun eigen merk. Ze vertegenwoordigen op dat moment ook ofwel het Nederlands elftal of hun club. Nee, maar zo zien zij dat niet, hè? Nou ja, ik denk wel dat mensen hen vertellen dat ze... Ja, maar dat is dan natuurlijk altijd discussie met de nieuwe generatie. Je kan heel veel zeggen tegen mensen, maar als ze er ook zo naar handelen. Maakt mij sowieso niet uit, want ik vind bijna alle vragen die aan voetballers worden gesteld zijn te voorspellen. En de antwoorden daarop inmiddels ook. Dus het wordt inderdaad pas leuk als je iemand echt wil leren kennen en wat anders. Maar hoeveel willen dat ook echt? Ja, weet ik maar niet. Ik denk dat het sowieso bij iemand als Memphis erom gaat dat iemand zeg maar zonder vooroordeel al dat interview ingaat. En niet zeg maar al van, oh, hij is een mannetje en arrogantie dit en bla bla bla. Nee, want ik had daar dus met Sjoerd de discussie. Kijk, mij maakt het oprecht
niet uit of die één oog heeft, zes roze haren, weet je, 17 hoeden, 18 jassen aan. Maar wat Sjoerd terecht zei, kijk, Sjoerd is hetzelfde, weet je. Die zei ook, mij boeit het niet. Hij zei, alleen in het groepsproces, weet je, daar zou het wel invloed op kunnen hebben. Dat de oudere jongens binnen zo'n selectie, de hiërarchie in de kleedkamer, is natuurlijk heel anders dan, zeg maar, de, ja, maar de buitenwereld. Dan, moet je dan ingetogen gaan kleden omdat er een paar oude mannen zonder swag in de selectie lopen? Ja, nee, ja, zo is het. Maar... daar wel mee eens. Oh man, ja. Ik ben voor zoveel mogelijk zonnebrillen at one time. Ja. Ik ben wel, dat klinkt heel stom, omdat hier, kijk even, Jordi en Jan aan. Bij FC Afkikken weinig hiërarchie heerst eigenlijk. Maar... is dat zo? Ik is dat een killer beetje voor me. Kijk, dat ga ik nu demonstreren. Nee, maar... wat ik wil zeggen, dat het binnen een voetbalploeg nooit zo slecht is als er een bepaalde hiërarchie is. Nee, maar die hiërarchie komt met name ook... Het zou simpeler zijn. Kijk, als Oranje heel lekker zou presteren... dan komt die hiërarchie er vanzelf wel. En dan kan een jonkie die kan wat groeien op die ladder... omdat hij goed presteert. Maar wat het grote verschil is, weet je... en mij boeit het echt nogmaals die hoed niet. Ik vind het alleen maar tof als mensen... Kijk, ik kijk heel veel NBA. Russell Westbrook, die doet het erom. En die doet elke keer de meest gekke kleding heeft hij aan. En dat is, iedereen vindt dat super tof. Alleen het verschil is, kijk... als Memphis dit had gedaan, zeg maar, tijdens... het WK had hij het sowieso niet gedaan onder Van Gaal, want Van Gaal had dit niet getolereerd. En daar was het in ieder geval over dat hij een hoed opzet terwijl hij naar Huize Duin loopt. Ja, ik denk het oprecht. Weet je waarom? Omdat zeker in die tijd was het teambelang ondergeschikt. We speelden iedereen in dienst van Arjen Robben. Was Memphis een jonge jongen die gewoon onderaan de hiërarchie stond? En dan is het... Nee, kijk, het is niet mijn mening. Maar dan is het gewoon in zo'n voetbalkleedkamer zo, weet je. Je bent een jonge jongen. Gedraag je gewoon normaal. Focus je op je prestaties. En dan komt het uiterlijk vertoon. Maar zij zijn gewoon... Al die jonge boys zijn gewoon op hun fashion game. En als jij een echte leider bent in een team... weet ik veel, een Robben of zo... dan laat je toch ook niet intimideren door een fucking hoed. Ja, ja. Maar het is alleen... Weet je wat het is? Het haalt de aandacht weg van het groepsproces. Door wat media ermee doen vervolgens. Ik denk nee, niet maar, dat het binnen de groep... Ik zeg ook... Nou, het is meer wat er omheen gebeurt... Dus logisch, draag vooral wat je wil dragen. Alleen is het slim in het proces waar het team op dit moment in zit. Dat is het. Ik denk niet dat Arjen Robben misschien tegen een hoed is. Maar wel hoe daarop gereageerd wordt. Geef brandloos. Brandloos, want jij staat hier anders in. Nou, ik vind het een beetje, ik vind het een beetje krom of zo. Het heeft niet echt met elkaar te maken. En ik vind ook, zeg maar, over die hiërarchie. Dat is ook, zeg maar, binnen een bedrijf. Dat wat gaat, zeg maar, voor... iemands ervaring of leeftijd of weet je... je moet zeg maar van elkaar leren. Nee, maar ik ben 100% en... Pers aanwezig was geweest? Ja, maar kijk, maar als... en dat telt dus niet. En dat probeer ik te zeggen. We leven helaas in Nederland. Weet je, in dit opzicht met hoe mensen hierop reageren... en hoe ze dat doen. Als Memphis in Amerika zou zijn, who cares? Weet je, al ben je de jongste jongen. Dus in die zin probeer ik uit te leggen dat... hoewel ik het... onwijs eens ben dat je alles moet doen. Je moet acht Rolls rijden als je dat wil en dat soort dingen. Alleen, ik snap dat sommige oudere jongens hebben gezegd... het is niet slim in de groepsvorming... en het beeld wat nu op het Nederlands elftal afstraalt. Hebben zij dat gezegd? Nou, er is intern is er gewoon tegen hem behoorlijk zeg maar geageerd over zijn gedrag. En dat is natuurlijk naar uiting gekomen toen op die training, die besloten training op het kasteel, Robin van Persie en Memphis erbij. Dat kijk, ik bedoel meer om te zeggen, ik ben voor, hij moet gewoon doen wat het is, maar ik begrijp dat juist hoe Nederlandse media daarover schrijven, en dat vind ik kwalijker, dat vind ik veel kwalijker. Hè? Ja, precies, want daar komt het vandaan. Maar ik snap dat het binnen een groepsproces, dat het zo kan werken. Dat kan, jongens zeggen, dat Memphis, kan. Jongen, je hebt helemaal gelijk, maar... Draagt die pet lekker in Engeland? Maar ze kunnen het ook voor elkaar opnemen. Ja, we hoeven toch niet... Wesley heeft gezegd... Ja, nee, maar Wesley heeft gezegd... Weet je, mij boeit het niet wat die gozer heeft. En als Robben dat ook zou zeggen, dan denk ik niet maar, dat... Maar dan, weet je, denk je dat kranten dat opschrijven? Die hebben toch de mensen die het belachelijk vinden dat hij een hoed draagt... omdat wie draagt er een hoed? Die hebben allemaal een mening geschreven. Er zijn natuurlijk 26.000 columns per dag. Dus ja, maar ja, wie leest je komt er niet echt van. Nico Dijkshoorn die elke week een column schrijft over roze voetbalschoenen. En dat Rinus Israël. Maar Melissa, jij zegt wie leest het? Kijk, wij zijn niet deze generatie. Maar de generatie die nog steeds lachen om Johan Derksen en allemaal dat soort dingen. Dat is wel een grote deel van de samenleving. Maar die generatie is ook uitstervende. Dus ik bedoel... Ja, maar die bepalen nog wel de publieke opinie op dit moment. Waar de kranten over geschreven worden. Als er veel ophef is, zeg maar, over een voetbal international. Dan komt het door
de wat is het, de 40, 50 plussers die dat allemaal kijken en daar vervolgens weer over wordt geschreven. Ja, maar dat is ook grappig, want als je naar de selectie kijkt, is het zeg maar een soort van andersom de medische situatie op dit moment. Want hier zijn veel meer jonge jongens, veel meer die vrijheid willen hebben en die dat ook kunnen krijgen. Maar in de media is het juist andersom, want er zijn nog zoveel van de oude generatie ten opzichte van die paar uitzonderingen zoals wij. Dus ja, daar loopt het. Je zit gewoon nu op dat moment van die overgang. Dat blijft nog eventjes rotten, maar dat zometeen is dat weg. Ja. Ja. Dus dan, het is gewoon even geduld. Dan van een hele extravagante speler naar iemand die compleet tegenovergesteld is. Wie? Wel goed speelt. Dolberg. Verblikt of verbloos niet. De koelkast. Jij hebt al vaker geroepen hier dat je graag andere interviews wil zien. Ik zag hem gisteren ook weer. Het gaat alleen maar over teambelang. Het was al verschrikkelijk Engels om mee te beginnen, want die Kasper zat hem aan te kijken. Wat zeg je eigenlijk? Maar dat is ook voor zo'n jongen oprecht lastig, hè? Als iemand jou gaat interviewen en je verstaat zijn Engels niet. En ik denk dat het gewoon een jongen is. Ik denk voor een Deen, misschien heeft hij een leerachterstand of zo, maar normaal kunnen die gasten altijd binnen 3 weken Nederlands. Ja, hij spreekt nog geen Nederlands. Duurt lang bij hem. Ja. Nou, in ieder geval wat ik hoor van jongens die met hem voetballen. En het is echt gewoon echt een relaxte dude binnen de groep. Iedereen vindt het een toffe gast. Alleen hij heeft gewoon niks met daarbuiten. Nee. Ja. Weet je wat gisteren vergelijking werd gemaakt? Dennis Bergkamp. En kijk, dat is natuurlijk een andere generatie. Er was allemaal geen Twitter en Instagram en dat soort dingen. Maar Dennis Bergkamp was ook niet echt iemand met zijn pikante uitspraken en die leuk voor een camera stond. Ja, ik begrijp niet op het moment dat het nu zoveel gedoe omtrent de bankzitters bij Ajax en die ongelukkig zijn en weg willen en moeten blijven en moeten strijden en dat soort dingen. Waar in mijn optiek het Ajax-publiek ook grotendeels zelf mee te maken heeft. Dat we nu na één fantastische wedstrijd van Dolberg en een paar goede wedstrijden. Hou op hoor, ga nou niet hem kleiner maken dan hij is. De gast is echt bizar hoor. Nou ja, ik zie geen enkele reden om op dit moment van zijn carrière te doen alsof dit... Nee, maar dat zeg ik niet. Maar wat ondanks... Het is een visuele cirkel van dezelfde fout keer op keer. Want die jongen is ook hartstikke jong en die krijgt volgend jaar ook een dipje. En dan staan ze weer uit te zwaaien. Wat het verschil is? Nou? Deze gozer doet het niks. Als jij ziet hoe hij voetbalt en als je goed op hem let... Alles wat er omheen gebeurt, waar hij voetbalt, of het nou op de toekomst is, of in een bomvolle kuip waar iedereen hem uitfluit, of gisteren. Gas is zo stoïcijns. Dat is zo knap op die leeftijd. Nou, dat is niet knap. Ja, vind je dat? Nee, maar hoeveel mensen raken onder indruk daarvan? Ja, weet ik niet. Maar ja, volgens mij is het uiteindelijk gewoon een mens. En zometeen gaat er een paar keer het doelpunt niet in. Komt hij op de bank, maar dan heeft hij maar dat deze, gebeurde dit. Dit maar dit mensen stempel. Vergeten dat gebeurde dit seizoen al, hè? Hij begon heel goed. Toen moest hij opeens op de bank. Wat heel veel mensen raar vonden, omdat ze Traoré haalden. Toen begon hij... Hij kwam terug en ging gewoon weer door wat hij daarvoor deed. Maar vind jij het jammer dat hij in interviews ook zo terughoudend is? Of denk je van... Dat ik, denk dat het, ik denk dat het niet iemand is waar je na wedstrijden de grootste quotes uit gaat krijgen. Nee. Maar ik denk oprecht, als je hem de tijd neemt en je krijgt daardoor voor de tijd... en je gaat gewoon rustig met hem praten... dan je moet je goed in verdiepen. Dat het gewoon een jongen is die ook gewoon normaal en goed kan praten. Ja. Maar vind je dat niet? Ik vind juist wat je aangeeft nu dat over Dolberg. Dat hij begon heel goed, toen moest hij opeens wijken. Ja, wijken? Traoré heeft 2 keer in de spits gestaan, toen moest hij naar rechts buiten. Want Dolberg was daarvoor beter. Nou ja, en nu nog steeds twee beter. Wedstrijden, het is gewoon niet veel geweest. Maar je weet precies wat ik bedoel. Dat zometeen komt hij op de bank en het is ook gewoon een voetballer. En hij heeft nu het stempel meegekregen van Super Wonderkid. En zometeen trekken ze aan hem. Dat werkt averechts toch altijd? Maar ja. Ja, maar het is niet dat ik City en Barca die willen volgend jaar dat bedrag ook wel prima ophoesten. Zit hij op de bank, zegt hij, weet je wat, Ajax, dankjewel, ik ga weg. En dan zegt iedereen op de tribune van, ja, als je niet wil knokken, ga maar weg dan ook. En elke keer doe je ditzelfde rondje met die talentvolle jongens. Het is toch van, je kan het toch niet begrijpen dat mensen zoiets hebben van, Bassoer, weet je wat, prima, als jij weg wil, ga maar weg. Ja, ik vind het dood en doodzonde. Dat zo'n jongen weggaat. En dat hij eigenlijk naar de uitgang wordt gedirigeerd. Ja. Meen ik echt? Ja, dat is wel de realiteit. En dat is 80%. Dus het gaat gewoon keihard gebeuren. Wat ik wel mooi vond gisteren bij... Want mensen zagen hoe belangrijk het was voor Jairo. Jairo Riedewald gisteren. Die maakte die fout op een gegeven moment in de tweede helft. Die maakte een fout, hè. Die ging in de fout. Dat hij gleed op zijn borst. Ja, en... die aanval, die bal ging naast. Of er was een overtreding van die spits. En eerst kwam Sanchez naar hem toe. Onana kwam naar toe. Gast, kop op, weet je. Je ziet gewoon aan teamgenoten hoe ze daarop reageren. Dat zij ook zien, dit is gewoon belangrijk voor Jairo om nu het goed te doen. En dat vond ik echt tof om te zien, weet je. Dat gewoon teamgenoten... Sanchez even naar hem toe. Yo, gozer, kom op. Ja, nee, ja, ik kan ook niet wachten tot bijvoorbeeld Sanchez die aanvoerdersband om gaat trekken. De huidige aanvoerder, daar heb ik zo mijn mening over.
Ja, laten we hem even bashen. Wie, Dave Klaassen? Ja. Ja, ja, het is volgens mij een speler die niet mag bashen. Of tenminste, er is niet veel ruimte voor. Tenminste, ik heb het idee dat het maakt niet zoveel uit wat hij doet. Want in het begin leverde het nog doelpunten en assists op. En het is gewoon niet zijn seizoen voetballend. En nou ja, dan kom je nog weg met rendement. Maar dat zit er ook nu een paar wedstrijden niet in. Ik ben benieuwd. Ja, maar moet je dan zo'n band van de jongen afpakken? Moet je dat vertrouwen dan nog verder kapot maken? Ja, nee, dan, ik denk dat sommige spelers die op elk niveau, die vinden dat heel vervelend. Die vinden het een last, zo'n band. Want dat zit niet in hun karakter. Ik denk wel dat het in zijn karakter zit. Ook al speelt hij dan misschien minder. Ja? Ik denk wel dat de aanvoerder hem wel staat. Ik denk dat dit super bevrijdend voor hem werkt om dat ding weg te pakken. Want het is helemaal geen groepspersoon. Hij is fel, hij gaat ervoor, hij doet er alles. Maar voor zichzelf. Ja. Het is niet iemand die, zoals nu als Riedewald valt, dat hij hem even een tikje op zijn schouder geeft. Ja. Of zegt, jongens, we gaan met z'n allen er tegenaan. Hij zit gewoon in zichzelf. En volgens mij is het een beetje een last voor die jongen. Ja, het is natuurlijk ook een probleem, dat is bij PSV ook, dat daar Luc de Jong, hier Klaassen, je aanvoerder ga je ook niet heel snel nee, precies. Nee, ik denk als hij die band niet had gehad, dat er al eerder was gerouleerd, zeker op zijn positie, want Ajax heeft nogal wat middenvelders. Ja. Maar ja, je begint terecht over PSV, Bayern München. Het leek net alsof er wat in zat, terwijl het eigenlijk niet erin zat. Richting PSV? Het is toch altijd een verhaal bij dat soort ploegen ook tegen Atletico, van ja, hoe goed speelt Bayern München, hoe goed speelt Atletico, doet PSV hoeveel zin echt hebben ze mee, hoeveel zin hebben ze erin, komt het eigenlijk sowieso wel goed. Ja, kansloos toch gewoon eigenlijk. Ja, dat 9 van de 10 keer verlies je die potjes gewoon. Er zit af en toe een wedstrijdje bij waar je heel veel geluk hebt op zo'n avond. Maar dat is ook gewoon het klassenverschil dit moment. Net Sjoerd werd al genoemd, die had een tweetje natuurlijk over de voorspelbaarheid van de Champions League. Ja, dat zijn gewoon een paar pools waar de nummer 3 en 4 amper een punt hebben. Ja. Dat is veel te groot. Het is niet. Ja, PSV moet misschien nog even wat. Willems. Marvin Segelaar opgeroepen. Ja. Willems niet opgeroepen. Dat is nog een extra klapje voor hem. Vorm crisis. Ja, hij doet het niet per se heel goed, hè, de laatste tijd. Nee. Maar ja, dan heb je hem nu ook niet nodig. Segelaar, Champions League volgens mij vrij aardig. Verder kijk ik weinig Portugees voetbal. Ja, hoe is Zegelaar? Vertel mij even. Jullie voetbalkoning. Ja, hij is eerst, was hij linksbuiten, toch? Ja, het was in Nederland wel. In Nederland wel. Ooit, maar volgens mij heeft hij nieuw bij Excelsior af en toe achterin gestaan. Linksback. Voor mij, ik ken hem voornamelijk als buitenspeler bij. Ja. Sowieso in Turkije is hij definitief omgeturnd tot back. En daar speelde hij echt bij een heel klein modaal clubje. En op een of andere manier zetenbal, volgens mij. Of Kimarais. Ja. Eén van de twee beland in Portugal. Buitenland. Ja, nee, gooi het niet. Ik zag het ook iemand de vraag stellen wat we van Sinkgraven vinden. En of die niet, in ieder geval voor jonger aan je als. Dat is zo ja, Ajax met kut Sinkgraven. Zeker. Ja, dat weet ik niet. Heb jij een mening over Sinkgraven? Niet echt. Sowieso, mijn meningen over Ajax zijn allemaal negatief. Allemaal? Behalve? Ziyech. Oké. Okay. Maar hij is nog niet een echte Ajaxiet. Nee. Omdat? Ja, ik zie hem nog niet zo. Denk je dat het wel gaat komen? Ik hoop het niet. Dus. Ik vind Ajaxide wel leuk, man. Ik vind het ook, zeg maar, als soort van Feyenoord vind ik het juist leuk als we Ajaxide halen. Shout-out naar Kenneth Vermeer. Sowieso. Blijf voor altijd. I love you. Garisteus. Ik vind dat echt dope, zeg maar. Dat was pijnlijk. Ja, oké. Okay. Garisteus is een buitencategorie. Toen ging Wagner Love langs en toen kwamen we terug met Garisteus. Ik vind het cool, maar juist als je die move maakt, dan ben je wel een bijzondere, dat sowieso. Ja. Is het trouwens gek qua media-aandacht, niet allemaal negatief trekken, maar volgens mij deed CF bij zijn doelpunt gisteren iets heel moois. Ja, van Feyenoord. Ja, klopt. Maar volgens mij maakte die een thee of zo. Ja, maakte een theetje. Voor Tony. Ja. Tony Vilena. Ja. Maar ik wist helemaal niet dat zij vrienden of zo waren. Nou, voor mij hebben ze elkaar leren kennen bij Twente via Jason Cabral. Waar daar speelde die samen, zeg maar. Ja. Broer van Cabral is volgens mij goede vrienden van Ziyech. Ja. Ja. Oh, dus Cabral heeft het ook op Insta gepost vandaag. Dat was een belofte die hij had gemaakt. Ja, en dat zeg maar de haat tussen clubs eigenlijk wel meevalt. Dat stond ook in het bericht. Ja, spelers onderling. Juist, dat was zijn boodschap eigenlijk. Nee. Die spelen tegen elkaar altijd al. Ja. En die zijn gewoon dat is sowieso iets van supporters. Ja. Ik denk dat dat ook misschien is wat wij mooi vinden aan Guidetti. Dat hij dat dus nog wel echt heeft. Ja. Nou, ik vind het niet erg dat spelers het niet hebben. Dan neem ik ze echt niet kwalijk, zeg maar. Want altijd als ik naar een grote groep supporters bij elkaar kijk, dan denk ik ook altijd van, oh ja, waarom moet ik eigenlijk voor één club zijn? Dan ga ik toch niet voor aan mezelf. Dan denk ik van, fuck deze shit. Trouwens, mijn vader is fan van Ajax en ADO tegelijkertijd. Zo kan het ook, mensen. Shout-out naar mijn vader. Hij heet Joop.
Maar ik vind het gewoon cool, man. Want ik snap dat je als speler, vooral met hoe voetbal nu is, dat je je niet verbonden kan voelen aan één club. Want die wereld is er helemaal niet naar. Nee. Weg, of ze komen op een bank. Of er zijn zoveel gemengde en het belangen. Blijft gewoon hun werk, dus, eigenlijk. Ik ga een speler echt niet kwalijk nemen dat hij niet super hard voor een club is. Maar ja, desalniettemin, als ik dan Guidetti heel hard Feyenoord zie roepen in Arena. Vind je het wel weer leuk? Dat doet me wel. Dat vind ik wel leuk, inderdaad. Maar weet je, als hij het niet doet, zo so, yeah. All good. Ik weet bijvoorbeeld dat er mensen heel erg boos waren omdat Sime de Jong naar PSV ging. En ja, ik kan daar totaal geen begrip voor opbrengen. Sorry voor diegene. Hij weet wie hij is. Shots fired. Sneak disses. Maar ik vind wel, we hebben natuurlijk allemaal wel vurige derbies gezien. En ik denk ook als je laatst de klassieker kijkt. Het gaat nu ook wel een beetje in de wedstrijd komt het naar voren dat ze niet zo'n hekel aan elkaar hebben. En dat is toch wel, vanuit supportersperspectief vind ik het wel jammer. Op zich zou voetbal moeten gaan om voetbal, maar één keer, twee keer per jaar mag het toch wel. Dan wil ik juist zien dat ze elkaar haten. Is dat een conclusie die je trekt omdat er toevallig niet veel overtredingen worden gemaakt of geen opstootjes zijn of zo? Nee, maar dat merk je toch als je 90 minuten zit te kijken of mensen met elkaar zitten te kloten zo'n wedstrijd. Het had ook gewoon 10-10 kunnen eindigen op een gegeven moment. Klaassen is toch donkerrood in zo'n wedstrijd. Ja, het is ook maar hoe zo'n scheidsrechter op zo'n moment oordeelt. Het ging er, op een gegeven moment was het echt op het randje over. Ja. Dus weet je, ja, wat verwacht je? Dat ze elkaar over de boarding elke keer heen trappen? Dat er elke keer een opstootje is? En spelers meten zich toch gewoon een hekel aan hun tegenstander elke wedstrijd opnieuw. Dat is toch wat je als profsporter doet. Nee, maar als je ook die spelers hoort. Een klassieker is leuk voor de fans. Hè, zo. Yeah. Maar voor een speler is het gewoon een wedstrijd. Zeker in het programma wat ze tegenwoordig hebben. Spelen ze 837 wedstrijden in een week. Als je spelers gewoon vraagt. Super, het is een andere wedstrijd dan PEC Zwolle thuis. Maar het heeft niet dezelfde waarde voor een speler als voor een fan. Tenzij je Dirk Kuyt bent natuurlijk. Shout-out naar Dirk Kuyt. Wedlook Jel Connister. Hij loopt altijd een marathon als warming-up. Ja. Trouwens, tegen Ajax. Maar ik vond echt al 10 keer dat hij eruit moest. Ja, ik ook. Maar dan scoort hij wel gewoon. Dan weet ik, dan confronteren. Ik heb gemengde gevoelens. Alles gegeven bij uiteindelijk wil ik toch een shout-out doen naar de RK. Ja. Hebben we nog verder in Nederlands elftal verrassingen? Verrassingen? Ik denk het noemen van Brentley Kuas. Oh ja, zeker. Is Lars hier al? Moet ik even aan de regie vragen. Is Lars in de buurt? Hij zit nog niet in de chat in ieder geval. Oh, nou, dat valt me tegen van hem. Ik denk dat we hem wel vanzelf op het scherm zien verdwijnen. Maar dat verschijnen. Kijk, je hebt het erover. Zo, niet in de chat, maar wel via Skype. Larsje, kan je even wat doen? Voorrang Oetan. Of all people, dat jij niet weet hoe je scherm moet doen. Ja. Doe het recht. Goed ja, zo. Ja, dit is beter. En nou even een lokken. Dat wil je helemaal zien. Dat maakt het nog leuker. Nee. Je past er nou niet helemaal op, namelijk. Kijk. Zo. Larsie, brandlos. Iemand ben jij, Jan? Brandlos, je hebt met hem in de bus gezeten een keer, toch? Zeker, van Amsterdam Centraal naar het FC Volendam Stadion. Hoe was dat? 2013 playoffs, MVV thuis, 1-0 gewonnen. Was hij belangrijk toen? Ja, hij is altijd belangrijk. Daarom moet hij ook gewoon in oranje, toch? zag je dit gebeuren? Ik had eerder Henk Veerman verwacht dan Brentley Kuas, maar... Ja, ik gun het hem van harte, de jongen. Zullen we weer ophangen? Ja, dit is niet op. Vertel wat over Bradley, want Bradley is nog niet eens zo heel lang profvoetballer. Nou ja, wat kan ik vertellen? Hij begon in de jeugd van AZ via Hellas en KFC bij Volendam gekomen. Gespeeld tot en met het seizoen 14-15. Net niet gepromoveerd, ja, toen Excelsior en... jaartje later naar Heracles. Nou, het grappige zo is, snel kan het gaan. Ja, als we vorig jaar de jongens van Excelsior spraken, Jeff Stans, Sander Fischer, die zeiden allemaal by far de beste speler in de selectie Bradley Kuas. Ja, dat snap ik wel. Ik moet je eerlijk zeggen, persoonlijk dacht ik dat... Wat is deze gozer aan het doen? Ja, ga door Lars. Sorry. Zit je er weer doorheen te lullen, Jan? Nee, ik zou niet durven. Maar nee, ik persoonlijk dacht ik, want Kuas en Marengo gingen op hetzelfde moment weg bij Volendam. En ik dacht dat Marengo potentieel beter was. Maar ja, zoals je weet, laat die minder zien bij ADO dan Kuas. En Kuas zit nu gewoon tegen de selectie aan van Oranje. Ja, Lars, denk je niet dat het ook een beetje een tactische zet is van Blind om hem te noemen? Hij is opgeroepen voor Curaçao, die spelen een oefenwedstrijd volgende week. Het is natuurlijk al vaak niet helemaal goed gegaan met voetballers en dubbele nationaliteit in het Nederlands elftal. Denk je niet dat het gewoon even een truc is van Blind van ik wil hem niet kwijt? Want denk je echt dat het even serieus? Hij heeft het toch al geroepen? Hey, goeie vraag, man Jan. Is het een serieuze optie? Als journalist.
Hij heeft vorig jaar natuurlijk al Kluivert een keer gezegd dat hij niet voor Curaçao wilde voetballen. Ja. Wat hij voor Oranje wilde voetballen. Toen verklaarde iedereen hem voor gek. En volgens mij heeft hij het vorige week bij VI ook een keer gezegd. En ja, mensen lachen erom. Maar deze jongen weet gewoon wat hij in zijn mars heeft. En, ja, wacht maar. Hij komt eraan. Nou, dankjewel. Ben jij een persoonlijke vriend van Bradley? Nou, ik zou hem niet op mijn top 5 rekenen. Maar in mijn top 15 komt hij zeker. Jij staat op 1, Vef, dat weet ik. Dankjewel, vriend. Hey Lars, nog spannende potjes in de Jupiler League dit weekend? Ja, Jong Ajax NAC. Cambuur Volendam. Lekker potje. Maar, ik moet zo nog een Toto inzetten. Is het Volendam? Gaat het winnen bij Cambuur? Het is een retorische vraag, Niel. Tuurlijk gaat Volendam. Quote is 4, hè? Volendam wint alles uit. Thuis bakken ze er niks van soms, maar uitwinnen ze alles. Alle toppers hebben ze gewonnen zo'n beetje. Dus Cambuur, man. Dat moet goed komen. Top, man. Ga jij nog ergens heen? Nu voetbalwedstrijd. Nee, waarom niet? Ik heb het druk. En volgende week toevallig? Dat denk ik wel. Oh, Jan, is dit een bruggetje? Dit is een klein bruggetje. Kijk, Jannetje, zo ken ik je weer. Volgende week dinsdag ben ik toevallig op locatie. Samen met jou en onze vriend uit Waddinxveen, hè? Brucey, wat gaan we doen dan? Naar mijn weten gaan we naar Almere City. Om daar iets beter te keepen dan afgelopen week bij Jong PSV? Ja, ik heb niet de hele vrije Meebo meegemaakt. Maar ik weet niet of het filmpje al voorbij is gekomen. Maar, nee, we hebben besloten, ook een beetje ter zelfbescherming van jou, om het niet nu uit te zenden. Maar het is natuurlijk gewoon op YouTube en Twitter te vinden. Er waren heel veel reacties op, Lars. Ja, nee, dat weet ik. Kijk, je maakt toch wat los bij de mensen. Maar ik hoop inderdaad dat het wat beter gaat volgende keer. Twee keepers op mijn Facebook hebben aangeboden om je een cursus te geven. Ja, ik zag het, ja. Maar, heb je helemaal niet nodig, hè? Jeroen Verhoeven moet die voor jou gegeven, toch? Trainen is voor talentlozen. Ja, Jeroen mag het wel doen. Trouwens, de leuke foto van Jeroen gezien op Insta? Nee, sorry, ik volg hem niet. Zeker weten. Ja. Echt een topper, hè, Jeroentje? Lars, bedankt dat we even mochten storen tijdens het Pokémon. Dankjewel. Ja, doei, Lars. Doei, Lars. Groetjes. Man, later. Doei, baby Satan. Leuk je een keer even gezien te hebben. Van hetzelfde. Ja, Melissa, ik kreeg net ook een vraag in de chat. Hoe blij was je toen Ademos jou noemde bij VI? Nou, dat is wel een ding, hè? We hebben hier namelijk ook een paar mensen zeggen van ja, wie is Melissa eigenlijk? Nou ja, ze moeten jou eigenlijk kennen van Ademos bij VI. Ja. Ja, ik was daar heel blij mee. Ja, dat gebeurt je natuurlijk niet. Dat gebeurt niet elke dag. Maar ik heb Ademos mogen ontmoeten. Ik heb hem de hand mogen... Leek je op een aardappel ook in het echt? Geen commentaar. Ja. Geen commentaar. Maar hij is echt, hij is echt een hele aardig man. Heel aardig. Hij is zo serieus altijd. Hij neemt alles zo serieus als hij praat. Klopt. Dat vind ik echt vet. Ja. Dat zou jij ook moeten doen, man, Jan. Ik word jij maakt altijd overal een grapje van. Ik word hier. Jij kent echt een hele andere Jan. Ja, jij kent echt een hele andere Jan, ja. Want hier is hij een soort Ademos wel, hè? Keer 3. Ja, neem Ademos. Ik ken hem vooral van zijn rekensommen, Ademos. 21 is 5. I love him. Gruwelijk was dat, hè? Dat was mooi. Ja, er komt Lars ineens door. Maar de Kuwas, weet je wat ik wel grappig vind? Wat Lars aan refereerde, dat hij het vorig jaar bij Excelsior al riep. Hè? Toen had Kluivert hem opgebeld. Wil je graag voor Curaçao spelen? Toen zeiden ja, Patrick, ik ben vereerd. Maar nee man, ik wacht. Ik wil langzaam mijn carrière bouwen en uiteindelijk hopen voor het grote Oranje te spelen. Ja, het is ook wel leuk. Jij zit bij Noah's Ark natuurlijk. John F. Fraser is zijn beste vriend. Ja man. Hebben die dat, weet je daar iets verder nog over hoe dat zit? Hebben zij samen ook... Gaat hij binnenkort nog een album uitbrengen, Jonne Vrees? Hey, heb je 538? Zeker. Nee, pijn, Jezus. God, ik heb Yo, het drie keer, ik heb nee, het drie keer ik wilde door de grond zakken. Elkaar, het was echt schandelijk. Echt bijna kapot gegaan. Volgens mij haalde die dus Frenna en Jonna door elkaar. Want ze zei, ja, je vriend maat, wel je maat heeft wel een album uit. Hey, Jonna was wel chill. Die zei van, hey, ik weet niet hoor. Ja, maar ook echt zo achter zo'n oor krabben. Is op nummer 1 binnengekomen. Jonna Vrees' album boven Kings of Leon binnengekomen. Wat? En boven Jeroen van Koningsbrugge. Suck it. Yeah. Nee, maar het was wel een beetje lelijk. Maar ja, dat zijn echt hele goede matties volgens mij. En ik weet niet man. Ik weet dat John alleen één keer heeft gerapt. Dit is niet toevallig. Het was rap of voetballen. Dus ik denk dat hij gewoon net iets minder... Minder goed was dan Brentley. Ja. We hadden wel een Noah's Ark voetbaltoernooi laatst. Waar ik niet aan mee kan doen omdat mijn enkel was gebroken. Ook door voetbal. Maar hij was best wel aan. Hij was best wel goed. Wie heeft dat toernooi gewonnen? Ja, het was gewoon teams onderling, dus ik weet het niet meer precies. Volgens mij zat Jonna in het team met Heffen en nog een paar... Beste voetballer van Noah's Ark? Ja, ik durf het niet te zeggen, want niet iedereen was erbij.
Maar ik moet gaan voor een niet-rapper. En dat is Pim Laurier. Shout-out naar Pim. Oké, oké. De PR-god van Noah's Ark. Die was al in ieder geval die dag echt on fire. Ja. Europa League. Ajax gehad, Feyenoord gehad. AZ. Oh ja, die doen ook nog mee. Die doen ja, nee, dat is het. Eigenlijk is het ultieme toernooi van AZ. En wat nou ja, wel vaker gezegd hier: de enige stabiele factor die coëfficiëntpunten voor Nederland scoort. Maar ja, het is het niet, hè? Dit is hun. Het is niet, nee. Ze staan ook laatste toch in hun pool? Ja, met een Ierse ploeg in de groep. Dundalk. No. Dundalk. Petersen, maar dat, ja, dat is gewoon. We're not here to take part, hè? Het is. Ja. En wat gek is dat ze nog gewoon een goede nog steeds vijfde, goede denk kans ik. Hebben om door te gaan naar AZ. Ja, het ligt wel dicht bij elkaar. En zij moeten alles winnen? Is dat zij het? Moeten gewoon alles winnen, maar Maccabi moet één keer verliezen. Nou, dat kan zeker. Ja. Voor de rest. United nog even uitpakken? United, ja, dat was wel. Man. Rooney, toch? Die aanname. De goal, toch? De twee. Ja, tenminste, geen laten aanname. Laten we beginnen met het eerste doelpunt na een minuut. Ja, of de goal van Jermaine Lens. Dat is ook. Dat vond ik eigenlijk nog gruwelijk. Omdat als je hem die vrije trap ziet nemen. Dit is zo moeilijk om zo te trappen. Hij is een gekke aanloop. Gek, toch? Echt een hele gekke aanloop. Maar ik zeg het niet graag, maar hij speelt echt al weken heel goed. Ja. Maar. Ik kreeg ook echt het gevoel, want die vraag ging erover. Vanochtend zei ik tegen Kees Jansman op Twitter van... check even, want die ging naar de persconferentie. Waarom Lens er nooit bij zit? Hij zegt, nou ja, ik denk wel dat Lens er nu bij zit. Want die had al een beetje voorinformatie. Tuurlijk. Maar gezien de vraag die erover kwam... volgens mij is dat gewoon serieus op basis van gisteren. Weet je, ze checken dat wel. Maar dan gisteren gaat heel Nederland los, inclusief Fox... over die goal en over zijn spel. Want hij was gewoon de beste man op het veld. Denk ze van, ja, nou oké, gaan Jermaine gewoon bellen vandaag. Kom maar opdagen. Ja, ik vind dat echt een zwaktebord. Ik heb dat idee, en dat heb ik bij Segelaar ook. Nu het een beetje zo, weet je, als een lopend voetje gaat af en toe... Champions League krijgt het aandacht. Mensen beginnen een beetje te twitteren van... moeten we Segelaar de kind niet proberen? Maar ik vraag me af of Jermaine zich dan niet een beetje beledigd voelt... van, oh, eerst wilde je me niet en nu... Dat idee had ik heel erg vorige keer bij Fer. Dat hij zei dat hij toen een soort van bacterieontsteking of infectie of zo. Ging even niet. Het was iets minuscuuls en het volgende weekend speelde hij gewoon weer heel goed. En toen was het echt op het last minute dat zeiden van zo Fer oproep. En toen had ik ook het idee dat Fer zoiets had. Nou ja, wacht maar even. Ja. Dan maar gewoon volwaardig geselecteerd worden. Hij zit trouwens nu weer niet bij, toch Fer? Nee. Nee, ik snap dat wel. Dat als je gewoon je best doet en uiteraard is in Nederland het volk snel zat om te roepen naar mij. Ja, maar het is in de Turkse competitie. Net alsof de Eredivisie de La Liga is. Maar dat is hij. Die jongen doet gewoon goed. Ik vind het leuk dat het beloond is. Fuck de Nederlandse competitie, man. Maar sowieso, mensen zeggen altijd dat het altijd nog spannend is. Maar ik ben, ja, maar, nee. Dat is het misschien ook wel. Maar, Ik ben benieuwd met deze Feyenoordtafel op zich. Bij de allerlaatste selecties was het altijd wel van... waarom is deze Feyenoord er niet bij? Waarom is deze Feyenoord er niet bij? Wie is er voor jou niet bij? Wie moet er van Feyenoord ook nog in? Jens? Kuit? Ja, ik denk als Danny het hem heel lief vraagt... doet hij het ook weer gewoon. Maar hij is officieel gestopt, toch? Doet hij geen interlands meer? Ik zou nooit bedanken voor Oranje. Maar hij wilde niet op de bank zitten. Ja. Hij ging toen niet mee om op de bank te zitten in Kazachstan. Maar ja, dat was ook die hele discussie of of je dan een basisplaats mocht claimen of niet. Ja. Dat was de hele discussie. Ja, het viel natuurlijk een beetje tegen naar hoe Dirk is en dat hij alles doet. Ik ben zo bang dat hij bondscoach wordt of zo ooit. Ooit? Ja, eerlijk, hij gaat dat wel najagen, toch? Ja, dat... Maar hij is zo saai in zijn aanmoediging en hoe de dingen die hij zegt over wedstrijden. Ik ben daar echt bang voor. Zeg maar, wie Sneijder zou... Dat lijkt me wel leuk. Sneijder, als ik hier moet kijken wie future bondscoach zou moeten worden. Zo, ik zou echt geld neerleggen voor Klaasie als bondscoach. Ik zou dat fucking vet vinden. Sowieso, nee, ik zou dat fucking vet vinden. Ik vind Klaasie niet echt een leider of zo. Congolo vind ik ook wel hard, omdat hij niet houdt van praten, heeft hij een keer gezegd. Dat lijkt me ook wel een keer vet. Volg jij hem op Snapchat? Nee. Hij zegt alleen maar, you don't know. Ik heb wel een keer een filmpje van hem gezien. Dan zit hij in een jacuzzi in een full Gucci outfit. En dan zegt hij, laag in de jacuzzi of zo. En sindsdien is hij ook een voorbeeld voor mij. Maar ja, ik weet niet, man. Misschien Sneijder. Wijnaldum ook gewoon, omdat he killed him with kindness gewoon. Wijnaldum is denk ik de aardigste voetballer of all time. Ik denk mensen gaan wel willen lopen voor hem. Maar terug naar je vraag, Fef, als Feyenoorders, wie we missen. Ja. Niels zei al, Toornstra. Ja. Ja, vind ik wel. Die hoort er toch eigenlijk gewoon bij. Die speelt gewoon fantastisch. Hm.
Ja, ja, nee, buitenkant voetballen kan op het is een beetje op de zijkant is er niks, dus wat dat betreft. Gozer kan je overal neerzetten. Ja, ja maar ja. Ja. Ja, ja, nee, je kan, ja, in principe kan je jou mij ook overal neerzetten. Maar moet je nou, dat lijkt me niet, maar. Nee, ja, nou, even andere. Ja, ik weet niet. Ik vind dat gaat hard met Ramselaar. Dat vind ik wel interessant. Ja. Ja, weet je, afgelopen week een van de weinige jongens die overeind wist te blijven tegen Bayern München. Ja. En dat eigenlijk wat we hadden vorig jaar met Prupper, dat hij zo verbaasde. Dat hij de stap zette van een subtopper naar een topclub. En dat hij dan Prupper vorig jaar echt fantastisch Manchester United uit, weet ik nog. Dat ik echt zat te kijken. Huh? Speelde deze gozer vorig jaar nog bij Vitesse? Heel knap. En nu, ja, Ramselaar ook. Past zich heel makkelijk aan. Dat heeft natuurlijk misschien ook wel het voordeel. Weet je, mensen zeggen altijd, ja, het is een nadeel om als jonge jongen in een nieuw team te komen dat niet heel lekker draait. Je kan je wel wat makkelijker excelleren. Ja. Want hij zonder schroom voetbalt gewoon lekker. Was tegen Vitesse heel goed afgelopen weekend. Ja, ik vind het wel tof. Ja, het is zeker harder gegaan dan ik verwachtte op het moment dat ze zeiden van we hebben Ramselaar nu al vastgelegd. Ja, oké. Okay. Torenstra mag er misschien en als kuitzin heb een keertje. Maar... Gaat Feyenoord dit weekend weer winnen? Al 2 weken op rij niet gewonnen. Ja. Sowieso, man. Sowieso. Ja, er was nog wel een vraag over aan jou van Dario. Die ken je misschien wel. Over hoe je omgaat met... of is de weg naar beneden nu ingezet officieel door Feyenoord? Nee. Ik denk het niet. Scorebordjournalistiek is dat. Ik had het er met Simon Cavallini over, Opta-collega. En die zei, als Feyenoord deze wedstrijd had gespeeld en ze begonnen met een wedstrijd tegen Heerenveen en ergens de 6e wedstrijd was Ajax. Ze spelen die alle 2 gelijk, ze winnen de rest. Denkt iedereen, prima start. En nu heb je ze achter elkaar. Nou, Ajax gelijk spelen, dat lijkt me niet zo heel gek. En Heerenveen in deze vorm is ook niet per se schande. Dus het komt nu achter elkaar. Ja, dat is misschien een beetje ongelukkig. Ja, met alle respect, go ahead uit. Moet lukken. Ga gewoon naar die Cole Single, Jan. Ik denk alleen, El Amali is volgens mij zeker er niet bij. Ik hoorde Blind iets zeggen over Vilena. Die zei dat hij pas maandag weer aan zou sluiten bij Feyenoord. Dus die is er denk ik ook niet bij. Begrafenis geweest, toch? Ja, die is nu of net geweest inderdaad. Ja. En Jones geblesseerd. Ja. Ja, we moeten het met de vierde keeper. Dus de vierde keeper. Of Hanson of Justin Bijlo. Ja. Jongen die net heeft bijgetekend. Maar ik zei het, hoe lager je de keeper is dat van familie van Vincent? Hey, Hanson is toch gewoon een prima keeper? Ja, hij is ook een beetje... Oud-Zweeds international, hij is ook toch? Een beetje gepikeerd. Want hij speelde toen in Johan Cruijff gehad. Dat ging het helemaal lekker. En ja, je hebt nu... straks heb je sowieso 3 keepers die boven hem staan. Dus hij wil graag weg. Mitchell schijnt geïnteresseerd te zijn. Ja, maar ik ben benieuwd of Feyenoord dan nu kiest voor Hanson als een soort van zekerheid. Of denkt van, nou ja, we nemen daar toch afscheid van. Wellicht is het maar voor 1 wedstrijd. Ik denk niet, een voetbalclub redeneert niet zo. Redeneert wat op dat moment het beste is. Ja? Ja. Dus Hanson gaat gewoon keeper. Tuurlijk, zeker omdat je nog 3 andere keepers hebt. Maar iemand opperde laatst over die vertelde dat Haan ook volgens mij zo goed als fit is, toch? Ja, die komt eraan. Ja. Dat is nog niet. Maar nog niet aankomende zondag. Nee. Dus eigenlijk dezelfde discussie die we heel lang bij Ajax hebben gevoerd. Hè? Wie staat er na de winterstop op goal? Op het hok, zoals Lars zou zeggen. Maar bij Feyenoord ben ik wel benieuwd naar. Simon? We hebben voorkeur. Niet zozeer wie staat er. Kijk, ik heb wel een voorkeur voor Vermeer. Maar dat is gewoon omdat ik me veilig voel bij hem. En voor de rest mag Gio het gewoon weten, man. Ik heb all my trust. I put all my trust in him. Nou ja, het is een beetje de vraag. Ik denk dat Vermeer, die heeft bijgetekend laatst. Niet heel lang geleden. Gaat hij nog een stap maken? Misschien wel. Misschien hoopt Feyenoord daar ook wel op. Nou, als je die dan nu een half seizoen laat keepen en je zegt daarna tegen Jones, nou ja, we leggen jou nog langer vast en jij gaat het daarna doen en we wachten rustig totdat Haan zover is. Lijkt me dat op zich een prima optie. Maar ja, Jones heeft ook vrij weinig fout gedaan. Dus er is ook niet echt een reden om hem te wisselen. Nee, klopt. Voorkeur? Ik ben het wel met Simon eens. Maar Jones is echt heel goed. Ik denk echt wel dat hij heeft er sowieso heel veel mee te maken met dat we nu eerste staan. Dus ik weet het niet. Ja. Ja, het gevoel gewoon eigenlijk. Het is niet zo van... luxe probleem is het. Exact. Dat heeft Feyenoord nog nooit in zijn. Ja. Never. Het enige... Ja. Maar het is echt een mooi woord, maar het is altijd een kutsituatie, luxe probleem. Want het is gewoon... Ik denk dat je Jones vrij... Ik denk dat ook met Jones. Jones is nooit met de illusie gekomen dat hij eerste keeper zou worden. Nee, maar het gaat in de voetbalrij super snel. Dat als jij 10 potjes hebt gekeept, dat heb je goed gedaan. Ga dan nog maar zeggen van, ja, ik kwam hier niet om eerste keeper toe. Ik ga gewoon natuurlijk, maar hij heeft die situatie eerder meegemaakt bij Liverpool. Weet je, waar die volgens mij, wat ik las van Engels, prima tweede, derde doelman was daar. En kijk, je moet wel de ambitie hebben om eerste doelman te zijn, maar je kan beter iemand hebben die
de situatie kent en daar ook mee om kan gaan. Kijk, je hebt ook gasten die kan je gewoon niet wissel zetten, zoals vorig jaar Kazim Richards. Weet je, dat wist je op het moment dat die wissel... Dit gaat gewoon niet werken. Ja, nee, dat is geen verstandige keuze. Maar ja, uiteindelijk hebben ze hem vrij snel weten te slijten. Maar, Waar zit hij nu? In Brazilië. Coritiba, toch? Is het Coritiba? Ja, ik denk het wel. Ja. Groen met wit. Maar dat komt omdat... Hij zegt ook maar, ja, dat kan. Ja, natuurlijk, het klinkt goed. Nee, maar dat is wel mooi. Want hij heeft natuurlijk overal waar hij een beetje komt en doet... zit er altijd wel een vriendschappelijke link in wie hem brengt. Maar Pierre van Hooijdonk is een manager, toch? Of zou ik wel Nou, volgens mij alleen adviseur. Niet echt... Okay. Maar bij en ook de PR van hem, toch? Nee, dat is een beetje... Bang! Lines. Nee, maar bij Studio Voetbal was het altijd, werd hij in de hemel ingeprezen door Pierre. Nee, ja, dat is misschien wel het domste wat Van Hooijdonk heb kunnen doen. Om te zeggen, om Feyenoord in de problemen te zeggen van... Nee, ik ken een gozer. En toen werd het een soort van dat hij hem daar naartoe gebracht heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ja, nu met de oude aanvoerder van Venner. Dat is zijn club daar in Brazilië. En toen hebben ze gezegd, we gaan het proberen. En natuurlijk, zoals Kasim altijd begint, scoorde hij bij zijn debuut. En ging hij naar de camera toe rennen. En hij hield van de hele wereld. Maar nu is het volgens mij al een tijdje weer stil. Ik denk wel dat hij past in de Braziliaanse competitie. Het is echt heel intens. Toen ik daar was, speelden ze een bekerfinale. En toen stond er ME op het veld. Op het veld, ja. Op het veld. Ja. Ja. Mooi. Maar wat is er voor jullie als Feyenoord eigenlijk als je zeg maar drie explosieve spitsen hebt gehad met Guidetti, Pelle, Richards en dat je nu zo'n stoïcijnse spits hebt als Jurgensen? Dat valt volgens mij wel mee. Ik heb hem in de klassieker een keer een tikje uit zien delen waarvan ik dacht nou wow. En nog een keer eerder. Ik denk dat je hem ook wel gek krijgt. Maar het is in ieder geval... Heb je gezien dat bij Heerenveen hoe die geweest was? Want volgens mij krijg je hem dus niet zo makkelijk gek. Want die jongen zat echt de hele tijd zo als zijn arm en zijn arm. En hij vond het vervelend. Hij vond het echt vervelend. Dat zag je aan hem. Maar het was ook niet zo dat hij er wat mee deed, zeg maar. Hij keek een beetje meer naar de wereld van... Jongens, zien jullie dit ook niet zeggen tegen die gozer? Ah, ik heb hem wel een keer zien natrappen in ieder geval. Ja? Zo! Ja. Nee, maar jij zegt hij is heel rustig en stoïcijns. Ik denk dat het in vergelijking met die andere drie is het ik natuurlijk weet wel een dat ADO naar de Kuip ging. En het eerste wat ze toen bij Pelle deden was met de hand door zijn haar. Ja. Weet je dat nog? Ja. Beugelsdijk en Wormgoor met z'n tweeën. Ja. Ja, en dat je dan gewoon oprecht daar boos om kon. Ja. Ja, maar dat is... Jij bent niet zo ijdel, hè, Vef? Vef, jij bent niet zo ijdel, toch? Nee, maar ik loop hier niet boos weg als iemand een hand door haar doet. Nee, maar goed. Pellen was natuurlijk wel uitzonderlijk. Ik vind het wel leuk, man, als iemand heel erg snel gekeerd is. Maar ja, dan heb ik liever dat je iets beter bent dan Richards. Dan, weet je... Nee, bij hem werd het op een gegeven moment gewoon irritant. Ja, precies. Alleen die soort van miniature beef met Cillessen, dat vond ik wel leuk. Want ik vond Cillessen altijd een beetje... Ja, maar dat was vanuit Ajax perspectief super zuur. Want Cillessen is niet is geen natuurlijke beaver. Dus... Ja, wel, man, hij wilde heel graag heel stoer doen. Ja, maar dat had hij dus ook ochtends in het veld zag mijn mannetje wel. En, ja, precies. Maar daardoor vond ik dat... Ik vind het gewoon entertaining. Hè? Laat me dat voorop stellen. Ik bedoel, whatever. Het was echt heel super kut. Ik had het nooit meer doen, Jasper. Want het was echt voorbedachte raden, dit. Van, ik ga een beetje stoeien met Kasim Richards. Ja, echt te hoog gegrepen. Ja, maar dat was wat ik er leuk aan vond. Zo, Maar is dat, je zegt een entertainment. Vind je voetbal zeg maar in de divisie echt boeiend of vind je het meer entertainment? Ik vind voetbal leuker als, om te zien als wat teweeg brengt. En de randzaken ervan dan het daadwerkelijke spel in de Eredivisie. Wat heb jij? Ben je echt dat je het voetbal tof vindt eigenlijk of alles eromheen? Ook? Ja, ook wel meer de drama eromheen. Ja. De drama en sensatie. Ben je fanatieker voor Feyenoord geworden sinds je vriendje voor Ajax is? Is je vriendje voor Ajax? Nee. Nee? Nee. Ik ben wel passievoller Ajax gaan haten. dat kan. Ik haal Ajax niet trouwens. Wat ik jammer vind soms aan hardcore Feyenoord of andere mensen is dat zeg maar, hun geluk of zo kan bestaan bij gratie van Ajax. Dus ja, ik kan niet zo goed juichen als Ajax verliest. Dat vind ik triest, want op het moment dat je dan je positioneert ten opzichte van die ander, dan ben je sowieso de onderliggende partij. Dus daar ben ik niet voor. Dus ik ben van Ajax ook gewoon oké. Ze dragen wel heel vaak van die grote broekjes, vind ik. Dat is traditioneel gewoon wat Ajax graag doet. Daar ben ik niet zo down mee. En het is altijd Feyenoord boven Ajax. Maar... Ik haat niet Ajax omdat ik voor Feyenoord ben. Dat vind ik leem. Nee. Jan, hoe leeft eigenlijk de chat vandaag? De chat? Ik zit even te kijken. Het gaat nu, vraag je, Kerk Duit. Sorry, ik had er even moeite mee. Doorberg beter als Jurgensen? Ziek. Ik hoor jou iets denken over grammaticale incorrectie. Nee, zeker niet. Jawel. Jawel, dan moet je niet zo de nadruk leggen. Maar precies. Op dit moment, wie heb je liever in je elftal, Doorberg of Jurgensen? Jezus, ja, Doorberg.
Door de stijl die hij hanteert. En ik denk dat ze qua doelpunten niet zoveel van elkaar verschillen. In deze vorm. Maar Dolberg is natuurlijk wel zielijker. Ja. Technischer. Dus gewoon om te kijken, vind je dat leuk? Maar ik vind dat hij zijn acties altijd zo mooi afmaakt. Dat moet ik hem wel nageven. En de Kuip was ook mooi, hè? Stiefje. Mm. Ja, die was mooi. Ja. Nee, maar ik ga wel voor Dolberg. Jullie? Ja, man. Ik ook, eigenlijk. Ja. Melissa ook? Ja, stiekem wel. Ik ga wel voor Jurgensen nu. Zo, verrassend. Dat jij hier de blinde fanatieke Feyenoord aan tafel bent. Nee, maar Jurgensen laat Feyenoord wel echt beter spelen. Nee, dat is het verschil met vorig seizoen. Ik denk dat Dolberg dat op dit moment niet kan. Die is waarschijnlijk een betere spits in potentie. Maar nu denk ik dat Feyenoord meer heeft aan Jurgensen dan aan Dolberg. Ja. Nee, als je het zou omdraaien, zeg maar, dan komt Ajax er beter vanaf. Ja. Als je ze uitwisselt. Dat is waar. Nog meer in de chat? Nou, als jij het naar vol wil, ga ik even leuke vragen verzinnen. Ja. Verzinnen? Daar is Jan wel goed in. Jullie dat hier? Ja, natuurlijk. Daarvoor zit helemaal Jan, niemand in de chat. Nou vergeet ik het weer. En Mitchell. Ja, nee. Maar... Yannick, kun je het programma nog eens voortzetten? Er wordt vooral heel veel gescholden in de chat vandaag, zie ik. Ja, ze zijn allemaal boos. Op wie? Wie? Op iedereen. Ja, ik zag net dat ik vergeleken werd met Johan Derksen. Ja, je werd ook zuur genoemd. Ja. Oké. Voor alles een eerste keer. Johan Derksen is niet woke, man. Dat wil ik even benadrukt hebben. Ja. Ja, nee, ja. Wat wil je daarover zeggen over Johan Derksen? Ja, gewoon niet woke, man. Zeg maar, Johan Derksen, ik snap wel. Ik vind het ook wel ergens een aardige vent of zo. Men houdt van bluesmuziek. Maar hij snapt het gewoon niet meer. En hij zegt gewoon rare dingen. Zeg maar, die shit... Moet die iets dichterbij gaan zitten, Simon. Dat staat ook niet Simon, op. Je moet iets dichterbij zijn, anders hoort niemand je. Hé, hey, Johan Derksen, je bent niet woke. Johan Derksen kon het niet horen, heb ik net gehoord van Neil. Ja. Maar bij deze. En leer iets, man. Lees een keer een boek of zo. Dat wil ik je wel echt aanraden. Wat? Ja, nee, maar ik vind ja... Het gaat steeds verder van voetbal afstaan. En dat was... Ja, maar hij is... Ik bedoel, zeg maar, sowieso wat hij over Sylvain heeft gezegd is niet oké. Okay, maar hij is toch ook degene die altijd Jolante loopt te bashen? Ja, nee, maar dat bedoel ik. Je noemt nu twee namen die totaal... Ja, Jolante heeft nog enigszins met voetbal te maken. Ja, maar het programma gaat steeds verder van voetbal af. Dus ik vind sowieso, als je toch iets met... Of graag luistert of ziet of dingen hoort over voetbal... dan kijk je daar niet naar. Nee, precies. En ze hebben nu een bepaald slag publiek. En dat past ook wel een beetje bij deze geforceerde opmerking. Want ik heb wel het idee dat het redelijk geforceerd is. En dat hij ook altijd wel precies weet wanneer hij een foutje begaat qua net even over de schreef. Want dan heeft het programma weer wat nodig. Inderdaad. Dus... Ja, maar het is wel lelijk als het op die manier moet, toch? Ja, maar ja, dat is wel 100% scoringsgarantie. Ja, maar dat rechtvaardigt het gewoon niet. Dan vind ik dat je nog steeds... je bent gewoon nep aan het bezig. Maar wat hij zegt, dat valt toch op geen enkele wijze te... Nee, maar daarom. Maar er zijn wel mensen die dat proberen. Er komt wel altijd meteen een soort apparaat in werking. Die zegt, oh ja, maar dat moet je niet zo serieus nemen of whatever. Nieuw vindt dat het te woke wordt? Nee. Hoe heb jij ook een mening? Nee, ja. Ik heb dus... ik heb toen laatst stelling genomen over Derksen tegen Derksen. Wat hij zei over Sylvana. En toen werden heel veel mensen boos dat ik mijn bek moest houden. Omdat ik zelf een programma maak. En dan mag ik over andere programma's niet oordelen. Nou ja. Dat vind ik heel apart. Ja, natuurlijk. Ja. Wordt stil op straat als ze gewoon mensen die dezelfde functie bekleden. Jordi zegt het gewoon goed. Het is ook geen voetbalprogramma meer. Weet je, het is meer entertainmentprogramma RTL 7. Ja, gewoon lullen over wat er die dag eigenlijk gebeurd is in de wereld. Ja. Vaak over voetbal, maar het kan ook over politiek gaan. Het maakt toch ook niet uit dat het niet over voetbal gaat. Nee, het gaat erom, weet je, die soort van mensen met apen vergelijken. Dat staat ook niet helemaal op zichzelf. Raoul Heertje heeft dat ook een keer gedaan volgens mij in dat programma. Hij zei, Marcelo leek toch ook gewoon op een aap. En dan denk ik van, fuck dat. Waarom zijn die mensen nog op onze televisie? En Kenneth Perez ook, hoor. Hij draagt wel mooie kooltruien, moet ik zeggen. Maar ik snap niet dat hij gewoon dingen kan zeggen en dat niemand daar eigenlijk echt over valt of zo. Nou, er zijn heel veel mensen over. Hij heeft geen consequenties gehad. Nooit, zeg maar. Nee, want hij heeft nog een baan. Hij heeft nog een baan. Nee, hij heeft nog een baan, inderdaad. En hij heeft ook nooit maar echt, vind jij dat iemand die, zeg maar, racisme uit, nooit meer een baan mag krijgen? Ja. Okay. Ik vind in ieder geval dat hij met een soort geloofwaardige reflectie of excuus daarop moet komen. Dat heeft hij volgens mij nooit gedaan, toch? Nou ja, weet ik. Ik weet dat hij in ieder geval hard is aangepakt toen destijds door de KNVB. Ik weet nooit of hij daar later nog iets over heeft gezegd. Volgens mij heeft hij zelf niet echt iets gezegd. En dat vind ik gewoon zwak. Hij werd wel een keer ge-checked met Winston Bogarde aan tafel daarover. Dat vond ik heel vet. Ja. Dus toen zei hij ook niks. Nee, en de Ajax-straf was ook niet zo fors. Want dat was geloof ik een clinic geven in de Bijlmer. Ja, en vijf wedstrijden. Of cliché. Drie wedstrijden. Ja. Vijf wedstrijden. Nee, natuurlijk. En het is belachelijk ook wat mensen roepen. En
Maar ja, weet je, dan juist bij zo'n programma. En maar ze doen het juist om weer, weet je, weer aandacht te krijgen. En het is volkomen verkeerd. Maar dit is hoe zo'n programma in leven blijft. Zonder die opmerking. Dit, ja, hier wordt het niet vaak besproken, bijvoorbeeld. En zonder die opmerking was het hier ook niet besproken vandaag, denk ik. Nou, maar het is ook niet erg om het te bespreken. Het is niet dat we daarmee alleen maar dat programma shine geven. Maar ik vind ook dat het benoemd moet kunnen worden dat dat niet oké is. Weet je, helemaal niet. Ja. Met zo'n main spotlight op iets waar zoveel mensen naar kijken. En dat er dan wordt gepreden. Weet je hoeveel mensen opkijken naar hem, toch? Hij heeft... Ja, maar hij bepaalt, ik denk, voor 50% in Nederland de voetbalmening. Ja. Ja, dat is gewoon... Ja, bij... Ja, nee, inderdaad. Je hebt wel gelijk. Voor de oudere supporters. Ja, nee, maar... De telegraaflezers, bij wijze van spreken. Nee, maar... Waar is de wc? Nee, maar dat is toch zo? Nee, maar hij bepaalt mensen voor een groot deel... Mensen die dit programma kijken, die luisteren niet naar Derksen om zijn voetbalinhoudelijke knowledge. Nee, maar ik vind niks prettiger. Want een chat bij VI zou bijvoorbeeld niet werken. Omdat hij bepaalt de mening van de kijker in die zin. Dus dan heb je ook niks te vragen. Ik ben blij dat die mensen vragen stellen of we het niet met ons eens zijn. Dat moet ook gewoon kunnen. Ja, zeker. Is het zo, denk jij, dat alleen bij zo'n Derksen dat dan komt? Of dat racisme in Nederland in het voetbal nog een veel groter probleem is en daar veel te weinig over gaat? Was laatst natuurlijk weer een discussie dat iemand daar iets over had getweet. Wie was dat ook weer? In het voetbal zelf? Ja. Wat dat betreft, weet niet. Geef jij maar eerst je mening. Maar als je kijkt naar andere landen met nieuwsberichten en dat soort dingen, dan volgens mij met echt classic racisme van oerwoudgeluiden en dingen nadoen en zo. Dat heeft Nederland. Nou ja, we hebben natuurlijk ook onze incidenten gehad. Sorry. We hebben natuurlijk ook onze incidenten gehad. Ik bedoel, Vermeer pop aan een... Ja. Met dat touw om zijn nek. Bananen op het veld. En ik vind sowieso het antisemitisme bij Feyenoord ook niet kunnen. Bazoer... Dat had nog gevolgen deze week, toch? Ja, er is een sponsor die heeft gezegd van... Het is wel een oud verhaal, volgens mij. Is het ja, maar dat, is, ja, dat verhaal... Dat, ja, klopt inderdaad. Want, goed, toch? Er was een Joodse sponsor en die werd uitgenodigd door Feyenoord. Die zat daar op de eretribune en hoorde een aantal antisemitische... Waarom ga je een voetbalclub sponsoren zonder dat je er iets van af weet? Ja, inderdaad. Maar dat is ook raar, want ik had gehoord dat hij nu onder dat contract uit wil omdat hij geen geld heeft en dat hij dit dan precies, als want ik vind het iets te mooi, iets te discutabel precies. Verhaal. Want ja, kan en ook wezen. Dat het al 2 jaar geleden is, waarom komt dat nu dan naar buiten? Ik vind het trouwens wel grappig. Ik zit de chat nu ook mee te lezen hier. Ja. Ik krijg opeens een laptop op schoot. Zo gaat dat hier. Maar mensen die vinden het eigenlijk wel meevallen bij VI. Hij is lekker niet politiek correct. En dat voetbal Inside nog een lekker een programma is waar je lekker gewoon naar kan kijken. Ja. Met een zakje chips. Ja. Oké. Ieder voor zich, zeg maar. Ik wil graag een biertje, Simon. Ik wil nog een Red Bull. Ik wil wijn. Een andere koelkast, alsjeblieft. Wil je wijn? Ja. Nee. Denk aan de andere. Maar overal in het voetbal in Nederland, in de uiting op de velden en zo, denk ik toch wel... Nou ja, ik vind niet dat je het moet vergelijken met andere landen, want... Gewoon eerst naar jezelf kijken. Ja, precies. Thanks, man. En het is hier ook niet roze geur en maneschijn. Dus. Maar we doen heel vaak naar anderen. Maar hier in Nederland is het... Weet je, jij voetbalt ook. En weet je, ik had het toevallig nog voor de... Er worden ook gewoon dingen in het amateurvoetbal vaak gezegd. Weet je, wie schreef dat boek laatst over dat er geen racisme voorkwam in het... Ja, dat vroeg ik me... Oh, dat is die... Auke Kok. Juist. Auke geen Kok. Racisme in? In het voetbal. Voorkwam. Of op rondom voetbalveld. Dat het hier. Dat spelers gewoon heel veel respect hebben voor elkaar. Nou ja, ik heb er van kleins af aan kwam. Ik persoonlijk. Bij mij valt het wel mee. Omdat ze niet weten waar ik vandaan kom. Zeg maar. Vinden ze moeilijk in te schatten. Maar bij Turkije Sport stond ik altijd langs de kant in de hoofdklasse. Ja, dat is. Er is echt gewoon racisme rondom voetbal. Ja, meer maar dan ook, gemiddeld. Maar ook, zeg maar, weet je, het gaat er ook om dat als ze bijvoorbeeld langs het veld. Wat er als eerst wordt geroepen, weet je wel. En dat is vaak toch. Waar je iemand mee raakt, is toch zeg maar iemands achtergrond en dat dan koppelen aan iets negatiefs. Eens, 100% eens. Ook zeg maar, sowieso voornamelijk binnen amateurvoetbal is dat gewoon een ding. Dus ik vind niet dat je kan zeggen dat het binnen voetbal helemaal geen issue is. Het is een beetje naïef. Nee, maar weet je wat minder racistische plaats zijn dan de kleedkamer / kantine van voetbal. Ja, maar weet je wat ook het altijd is? Het probleem is dat, en dat is natuurlijk een veel breder probleem, is dat de mensen die erover praten nooit daarmee in aanraking komen.
Als je bijvoorbeeld de tafel ziet bij Voetbal Inside, het zijn allemaal blanke mensen die nooit in zo'n situatie terecht zijn gekomen. Maar bijvoorbeeld ja, een Johan Derksen, hij heeft toch ook een keer iets gezegd over Marokkanen in Gouda, die met hun zwembroek aan onder de douche staan. Zeker, en dat zo hard erover oordelen. Ja, en dan who the fuck cares, weet je wel? Ja, en als er meer dan 3 Marokkanen in een team komen, ja, dan wordt het... Dan wordt het een probleem. Maar weet je, aan de andere kant vind ik ook dat bijvoorbeeld nu binnen amateurvoetbal is het natuurlijk heel erg een ding dat als amateurclub ben je heel erg afhankelijk van vrijwilligers. Ja. En heel veel bijvoorbeeld ouders van allochtone kinderen die doen dat dan niet. Staat maar dan niet meer, hè, dat woord. Nee, het klopt. Nee, maar... binnen de overheid, maar ja, dit is fucked over. En... ik ben Ben je vragen, sorry, dus mij. Maar vrijwilligers zijn buitenland. Vrijwilligers, inderdaad. Maar ja, dat als die kinderen en die ouders zich niet welkom voelen bij zo'n club, dan kan je natuurlijk ook niet van ze verwachten dat zij zich, zeg maar, hun kostbare tijd en energie in zo'n club gaan steken. Dus ik vind dat het, zeg maar, het werkt beide kanten op. Je moet, zeg maar, en een plek creëren waar mensen van alle culturen en achtergronden zich welkom voelen. Maar dat klopt omdat het model gebaseerd is op de jaren 70. Ja. Weet je, waar het gewoon normaal was. Hè, waar je kind naar de club bracht en daar nog wat deed. Ja. Hè, met voornamelijk alleen maar gewoon Nederlandse mensen en zo. En ik ben het met je eens. Alleen kijk, dat vind ik het lastig als Derksen roept. Tuurlijk zijn er super irritante Marokkanen om tegen te voetballen. Super irritante Turken om tegen te voetballen. Om dan een hele bevolkingsgroep weg te zetten. Dat is echt gewoon... Ja, weet je, voor jonge jongetjes die opgroeien, dat vind ik het allerergste. Want er zit, weet je, net dat er hele slechte Marokkanen en Turken zijn. Hè, er zullen allemaal rapporten zijn dat het misschien meer zijn en dan... Nederlanders. Nee, maar dat bedoel ik te zeggen. Maar alleen als er heel veel Nederlanders voor onrust zorgen of zo, ja, dan gaan we toch geen Nederlanders weren bij clubs of zo? Nee. Nee, maar ja, dat... En dat vind ik gewoon sneu voor jonge kinderen die opgroeien. Weet je, ja, weet je, scheer ze niet allemaal over één kam. Nee, maar ja, dat is... En we zijn er erg bedreven in Nederland om mensen een soort gevoel van tweederangs burger te geven. En daarna verbaasd te zijn als mensen zich ook daadwerkelijk zo voelen en daarnaar handelen. Ja, klopt. Dat, daar draagt iemand als Johan Derksen af en toe ook aan bij. Klopt. En, dus, ik denk juist dat een voetbalclub een hele mooie manier is om... Beste dat binden, bij ja, omdat, zeg maar, die verbinding wat dan nu, zeg maar, een heel erg buzzword is. Om dat, zeg maar, ook daadwerkelijk te creëren. En ik vind het jammer als dat dan uiteindelijk niet gebeurt. En dat een Johan Derksen... daaraan bijdraagt, onder andere. Wordt trouwens gezegd tegen mij dat er ook racisme richting blank is op het voetbalveld. Oh, reverse racism. Yeah. Nee, maar als iemand dat zegt, dan ben ik wel benieuwd. Weet je, voorbeelden. Mensen worden ook uitgescholden op allerlei dingen, maar het werkt niet helemaal hetzelfde. Omdat, zeg maar, wat jij net zegt, als er Nederlanders iets doen, wordt nooit een Nederlandse groep verantwoordelijk gehouden. Nee. Nou, om precies die redenen, maar is dat net even iets anders. Ja. Maar ik snap wel, dat is best wel ingewikkelde materie. Gaan we... Ja. En ja, nee, het is natuurlijk, het is lastig. Ik weet je, ik vind het gewoon, maar goed, ik mag dat nooit zeggen dat ik uit Alphen aan de Rijn kom, word ik neergezet uit een dorp door Jordi. Hoezo, de ghetto. Brainpower, jongen. Al het raptalent van Nederland komt uit 0172. Maar goed. Nieuwe clip, hè? Ja, all the same. Dat gaat toevallig ook hier over. Nee, maar goed, wat ik wilde zeggen, ik vond het dus altijd super tof, het opgroeien van, weet je, met alle culturen door elkaar. Op straat en alles. En ja, weet je, ik weet nog dat Kees Jansma heeft dat jarenlang geprobeerd om dat te mengen, bijvoorbeeld bij Alfse Boys. Toen is die enorme vechtpartij uitgebroken. Weet je dat nog? Alfse Boys Haaglandia. Oh, dat was een promotiewedstrijd. Alfse Boys 2 klassen teruggezet. En toen sprak ik. En Kees baalde daar zo oprecht van, omdat hij juist mooi vond dat op die manier, weet je, culturen samen konden voetballen. En dan werd hij binnen zijn club omgezet. Ja, jij hebt het fout laten gaan. De fout laten gebeuren door al die jongens erbij te nemen van andere culturen. Ja, dan wordt hier gezegd, om even door te gaan op het voorbeeld van blanken die worden... die racistisch worden bejegend. Witten. Dus als je... Sorry. Very witten. Woke. Thank you. Dus als je voor kanker kaasschop wordt uitgescholden. Is dat geen racisme? Nee. Nee, dat is geen racisme, nee. Nou ja, de associatie kaaskop is natuurlijk met blank. Dus in die zin word je uitgescholden vanwege je huidskleur. Maar weet je wat? Het moet allebei gewoon niet, weet je. Heb gewoon liefde voor elkaar, weet je. Zorg dat iedereen... Nee, maar zorg dat... Weet je, het levensmotto moet toch gewoon zijn... Zorg dat je zelf gelukkig wordt zonder andere mensen ongelukkig te maken. Weet je, en al, ja, zo moeilijk is het niet. Er gaan ook mensen zeggen, Derksen nieuwe Wilders. Nee, tuurlijk is dat geen nieuwe Wilders. Alleen denk eens na als je dat soort dingen over mensen zet. Yo, Arco, kom erbij zitten, vriend. Jordi, je wordt gered, een extra Ajaxiet. Ja, dat is überhaupt al fijn. En,
Nee, maar weet je, dat is het toch gewoon. Weet je, denk gewoon iets langer na, weet je, voordat je een hele bevolkingsgroep wegzet. En dat is het vooral. En laten we dat gewoon vooral ook even lekker over voetbal hebben. Al is dit ook voetbal, tuurlijk. Ja. We hebben het net over Derksen gehad, dus daar kan je altijd goed over instappen. Mijn grote vriend, eindelijk terug, Arco. Ik zat lekker mee te genieten in de auto met YouTube op oortjes. Zeker. Wow. Dit zijn de echte liefhebbers, jongen. Lekker hoor. Hele databundel, lekker bieden en lekker voor betalen. Nee, hoor, ik zat... publieke geld steunt als je afkikken. Fok de overheid. Ja, maar het is toch of je in check wordt gehouden door of je teamgenoten of door de mensen aan tafel. Kijk, als er is toch lachensfeer, dan kun je, als je, het is maar waar je mee wegkomt. Ik bedoel, ik zat in mijn jeugdteam, was ik de enige witte jongen in het team. Je had Luciano, Regilio en Arco. Maar dan hou je het wel uit je hoofd om domme shit te zeggen. Weet je wel? Dan krijg je hem gewoon. En ja, maar zo moet het voor zo'n Derksen toch ook werken. Dan moet toch iemand aan tafel zeggen, wat de fuck zeg je, gast? Ja, ja, klopt. En dat is dus het verschil dat daar op dat moment niet besef is. Want het wordt gevoeld. Oké, dit is sensatie. Hier moeten we nog even iets langer over melken. Melken. Simon, jij hebt 38 keer het woord woke gebruikt. Elko Evers vraagt wat dat betekent. Nou, oprecht, leg het uit. Dat betekent dat je dermate ontwaakt bent, dat je allerlei tendensen in de maatschappij die voorheen niet zichtbaar voor je waren, je nu wel ziet. Waaronder met name racistische en seksistische uitingen. Oké. Vind ik heel woke uitgelegd. Heel goed. Laten we het even hebben over voetbal. Jackson, die zegt het terecht. We hebben het nog niet gehad over Frank de Boer. Nou ja, we hebben het natuurlijk... Wil je even je eigen programma even promoten? Oh nee, totaal niet. Want op dat moment was hij nog niet eens ontslagen. Maar volgens mij hebben we het bij de Champions League hebben we het wel over gehad. Ja, en ook vooral na aflopen van de Champions League. Ja, precies. Ik was zo blij dat hij wegging bij Ajax. En aan de andere kant vind ik dit zo zielig hoe het is gegaan. Mag ik nog iets onderbreken? Tuurlijk. Wordt hier gezegd, wat een allochtone tafel ook trouwens. Turk, Ier, Kaapverdisch. En nu ook nog een... Italiaan? Italiaanse pinda, jazeker. Het is echt een vreemdelingenles. Ga door. Ja, dat is goed. Dat is goed toch alleen maar? Kunnen we elkaar... Krijgen we subsidie. Gast, hij is kwart Italiaan. Ik vind oprecht, ja. Hij is er gewoon ingetrapt. Want we hadden het van de week volgens mij offline met het Mediterraanse voetbal eens kloppen die Jurriaan van Wessem nog over. Ja. Kijk, ik vind het te makkelijk om te zeggen van ja... Frank, dit had je nooit moeten doen en dat soort dingen. Kijk, er staat... Hij had het nooit moeten doen. Hij is de op 2 of 3 na beste betaalde trainer. Dus daar staat een langdurig contract voor een x-bedrag tegenover. Dus als die clubleiding tegen jou zegt van... Wij zijn wat van plan. Ja. Je krijgt de tijd. Dit zijn de voorwaarden. Ga je gang. Ja... Ja, maar, kijk, als ze tegen hem hadden gezegd... Frank, zou je nu even willen instappen? Mancini is net weggelopen. Dan doen we een jaar en dan kijken we of na dat jaar... Dan was je gek geweest om dat te doen. Om in die slangenkuil te stappen. Maar kijk eens naar het beleid van die club. Van laatst jaar. Je stapt in 2 weken voordat de competitie begint. Je hebt helemaal geen zicht op de selectie. Hoe fit die is. Wat er speelt. Wat de lijnen zijn binnen zo'n club. En dan, je hebt je carrière rustig opgebouwd. Je hebt bij Ajax ben je nog langer gebleven. Nou, dat is niet heel goed uitgepakt. Want je mist de laatste landstitel. Ik denk dan, pak gewoon rustig een vervolgende club. Wat er nu gaat gebeuren, dat zei ik toen ook. Is hetzelfde met Koeman. Koeman ging naar Valencia. Hoe lang heeft het geduurd voordat hij nu bij Everton, en dat is een subtopper in Engeland, uiteindelijk dat niveau weer heeft bereikt? Maar denk je dat hetzelfde bij de Boer gebeurt? Nou, ik denk dat hij echt een hele klap heeft gekregen. Dat want krijgen jullie voor het eerst, de Boer in de Kuip binnenkort. Voor het eerst een avontuur in het buitenland. Hè? Nederland doet er echt niet toe in Europa bij een buitenlandse club. Nou, hij krijgt een kans bij Inter. Hè? Is een gevallen topclub. De laatste jaren hè, presteren ze niet heel goed meer. Krijgt de kans daar. Nou, presteert dramatisch als je gewoon naar de cijfers kijkt. De lijn van de Boer, nou... Kon ook nog niet. Dat wil ik hem wel in verdedigen. Maar zo gaan clubs kijken. Oké, jij stapt ergens in. Nou, wat je hebt laten zien is dramatisch. Maar was het ik geloof dus niet zozeer in de desastreuze gevolgen van dit uitstapje. Het is een leermoment voor hemzelf. Maar wat voor clubs komen nu voor hem, denk jij? Dezelfde als Gala. Toen hij bij Ajax zat? Ja. Maar wat, met alle respect, wat stelt Gala voor in Europa? Shots fired. Jor. Ja. Ja, Jezus. Het was toch een kroonprins in het, zeg maar, in het Europese voetbal. Wat hij bij Ajax neer had gezet. 4 keer kampioen geworden. Je zegt aan de andere kant dat de Nederlandse trainer niks voorstelt. Dus wat maakt die 4 kampioenschap bij Ajax? Dat zeg ik toch, een kroonprins, zeg maar. Weet je? Dus ja, kroonprins van Nederlandse trainerschilde was Robert Maaskamp. Ja, nee, maar ja, in Nederland. Ja, heel goed. Alex Pastoor nu, hè, trouwens. Maar ik bedoel meer... Je moet zich bondscoach maken. Maaskamp? Nee, Pastoor. Nee, maar... In die zin is hij natuurlijk zo ontzettend... Me aan Van Gaal denken. Hij heeft zo'n enorme aanloop nodig voordat hij moet eigenlijk gewoon weer ergens de trainer van de A1 worden of van een jong elftal. Maar ja, dat gaat hij natuurlijk niet meer doen. Vier mensen in de chat, Narado Bezema.
Zou Frank de Boer niet een goede opvolger zijn van Arsène Wenger of Mourinho? Ja, Wenger. Maar dan... Maar denk je dat dat krediet helemaal verschilt? Wenger of? Mourinho. Weet je niet? Maar nooit bij United instappen. Hetzelfde als Inter. Ja, inderdaad. Kijk, wat zou werken, en dat is het lastige, is gewoon bij een club instappen. Dus niet een grote topclub. En daar rustig mee verder. Kijk, Koeman's redding is geweest dat je bij Southampton, waar hij best goed... Hij wist het al een half jaar van tevoren. Ik ga hierheen. Ik kan mijn eigen plan. Ik kan mijn eigen ding samenstellen. Ik kan rustig gaan bouwen. Er is nog geen garantie dat het goed komt. Maar dan heb je tenminste tijd gehad om na te denken wat je gaat doen. Koeman, de Boer kwam hier. Ja, Simon Zwartkruis heeft ook gezegd. Ja. Hij kwam bij een selectie. Totaal niet fit. Weet je, er liepen allemaal stromingen. Ja, sprak geen woord Italiaans. Ja. Dat vind ik nog een van de mooiste dingen. Dat hij gewoon echt... rete goed Italiaans spreekt. Relatief gezien voor iemand die er 2 maanden geleden niet spreekt. Italianen vinden het heel normaal. Ja. Ja, die lachen hem zelfs uit. Hij komt weet je, ja. Nep. Ja. Ja. Maar hij heeft ook pech, want dat was geloof ik een Indonesische magnaat die eigenlijk... Nou, Indonesisch / Chinees / ja. Maar toen kwam dat Chinese conglomeraat. Ja. En ja, en die pech heeft hij dan ook, weet je, dat die het dan niet in hem zien zitten. En het is gewoon, weet je, het is gewoon zo... Kijk, wij oordelen alleen maar vanaf de buitenkant. En als je dan David Enterover hoort, Jurriaan van Wessum, mensen, Simon Zwartkruis, die er zijn geweest of die de club goed kennen. Het is zo'n enge club. Er lopen allemaal belangen. En als dat dan je eerste club is in het buitenland, dan zou ik liever goed voorbereid aan zo'n klus willen beginnen. Als het dan qua intern wanbeleid één voorbeeldclub is in Nederland, dan is het Ajax. Dus hij had daar wel ervaring mee met die slangenkuil. Ja, maar dat is nog iets anders, hè? Het is een jongen van de club. Ja, zeker. Dus je hebt al veel meer krediet. Hij is daar gekomen. Hij heeft zijn kampioen gemaakt in een seizoen waar alles misging. Ja. Dat is ook weer die topquote van David Ent over Inter toen de Boer werd ontslagen. En hij zei, ze lijkt een prachtige vrouw in chique kleding, maar eigenlijk is het een goedkope hoer. Ja, ik dacht, maar dat is dus, dat zei Jurriaan van West, het is over die quote overgenomen. Ja. Gewoon ook in Italiaanse, dus er staat nu gewoon niet, Inter is een bitch. Ja. Gequote David Ent. Ja, ik denk dat het allemaal uiteindelijk wel mee gaat vallen qua gevolgen voor de Boer. Maar inderdaad, er zijn genoeg redenen aan te wijzen. Hij wil toch Europese toptrainer worden, dat bedoel ik. Hij zal heus wel een leuke club gaan vinden. Maar zou hij nu niet gewoon wachten en hopen dat het slecht gaat met het Nederlands elftal en daar lekker inspringen? Nooit. Hij is toch veel te fanatieke trainer. Ja, hij is echt iemand die elke dag nog op het veld... Hij moet dat ook gewoon... Ik vind dat je... Er zullen heus wel nu mensen die in de chat zeggen dat er andere voorbeelden zijn. Ja. Ik denk dat je een goede bondscoach bent als je veel hebt meegemaakt, veel ervaring hebt gehad, veel situaties. En dat je eigenlijk zelf niet op het veld hoeft te staan, maar het proces goed kan begeleiden. En wat Van Gaal heeft gedaan in 2014 is een wereld van verschil met Van Gaal in 2002. Ja. Toen hij zich niet kwalificeerde. Gewoon omdat hij zoveel lessen heeft geleerd door de jaren heen. Maar hij heeft in 2014 toch niet van een afstandje toegekeken? Nee, maar ik bedoel, het hele proces... Ja, nee, kijk, hij zat er bovenop, maar hij had wel mensen om zich heen... die het hele proces met hem meehielpen. Ja. Een blind, een Kluivert die hij erbij hadden... waar heel raar werd tegenaan gekeken... maar door de groep heel goed op geanticipeerd werd. Wordt er al een Van Bronckhorst getrokken? Als bondscoach? Nee, gewoon als überhaupt door iemand die hem daar weg gaat halen. Ik heb daar niks over gehoord eigenlijk. Ja, ja? Nee. Wat vind jij eigenlijk... Want dat vind ik wel interessant om aan Feyenoord te vragen. Er was vorig jaar natuurlijk chaos in de Kuip. Hè? Met Gio en alles. En, ik denk hier even langs. Ja. En nu zegt iedereen wow. Huh? Ik was al sinds day one helemaal... Want? Let's go. Hij is gewoon Feyenoord. En ik vind gewoon... Hij past er heel goed bij. Weet je wie dat ook was? Mario Been. Ja. Ja, maar Been lijkt me wel iemand van de clubjes en de Nee, begrijp me. Ik ben precies zo, hoor. Ik vind het... Ja, ik weet niet. Hij heeft een hoge gunfactor, toch? Ja, absoluut. Ik kan niet haten op Nee, Gio. Hij is gewoon... En wat hij goed heeft gedaan is natuurlijk... Het proces is gewoon heel langzaam aan de achterkant begonnen. Als assistent meekijken hoe dingen lopen. Ja. En, het is props voor Van Gastel, hoor. Nou, dat wil ik net zeggen. Dat is goed gegaan in de huidige voetballerij. Zo. Want dat vind ik echt knap. Dat was echt gewoon 200 vechten om één bord. Of was het een gedroomde trainer? Hij viel er gewoon mee. Volgens mij was het juist zo dat... Nee, man. Dat uiteindelijk het fout ook was. Van Bronckhorst pakte hem, omdat hij ook... Stel het gaat mis, kan hij die klap makkelijker opvangen dan dat Van Gastel dat zou kunnen. Hoezo? Carrière-wise. Financieel gezien. Financieel gezien. Daar denkt de club toch niet aan? Ik denk niet dat de financiële belangen van... De club denkt toch niet... Oh ja, Gio als we jou ontslaan. Er zijn toch gesprekken geweest met Gio en met Van Gastel? Nee, weet je waarom uiteindelijk de keuze op Van Bronckhorst is gevallen? Is puur waar we het over hebben. Beter naar buiten. Naar buiten toe. Uitstraling is ook gewoon wel
onderschat af en toe. Maar ik vind het ook gewoon prettig dat Gio, als je naar hem kijkt, denk je, ah, het is wel oké, okay, het zit wel goed of zo. Maar ik weet ook niet precies wat hij doet. Ja, maar het toen vorig jaar met die chaos had ik nou ook weer niet bij hem zo van, he got this. Nee. Want hij was af en toe wel op het randje van gewoon traantjes. En weet je wat ik misschien... Serieus, emotioneel. Wel, ja. Weet je waar Feyenoord naar heeft? Ik weet niet of het zo is, maar ik denk dat je best wel lering kan trekken hoe PSV destijds met Cocu is omgegaan. Die werden vernederd in eigen huis. Die twee zet tegen Vitesse en dat ze het publiek maar gingen bedanken, want ja, die bleven er maar achter staan. Brands gewoon vertrouwen gehouden in Cocu. En ja, Cocu gewoon een hele goede trainer nu. Ja, en hier denk ik bij, nu bij nee, maar wat zou dat zijn? In plaats van je trainer te ontslaan, hoeft het dus niet altijd te betekenen dat dat de oplossing is. Nee. Ja. Nog even heel even terug naar ontslagen de boer. Trussel had hij meegenomen, of niet? Ja. Want ik denk dat hele gepijp nu met Riedewald, Bazour, El Ghazi, daar had hij zo belangrijk kunnen zijn. Trussel met die jongens op de bank. En die missen ze nu wel echt, hoor. Ja, ik denk dat hij echt heel goed was met dat soort situaties. Ja, ik denk dat ze ook minder naar Cruyff luisterden dan naar Orlando Trussel. Ja. En Henny? Nee, maar ja, dan krijg je wel... had Peter Bos het wel gewild. Want die heeft natuurlijk meteen Henry Cruyff meegenomen. Ja, precies. Dat is natuurlijk zijn verzoek en dat is ook niet zonder reden. En ik denk dat Henny Spijkerman... Nee, maar hoe bedoel je? Want Trussel heeft gewoon gelijk gezegd... De boer weg, ben ik weg. Hè? Ben ik, ja, okay. Want ik wil openstaan voor het avontuur. Dat heeft hij gemerkt. Ja, dat is trouwens wel die discussie natuurlijk met Bergkamp. En ik denk dat die band... We hadden het hier voor de grap achter de schermen over. Er zijn natuurlijk twee mensen in Nederland die een interverleden hebben. Wim Jonk en Dennis Bergkamp. En dat Frank de Boer ze opbelt. Dennis, wat moet ik doen? Ja, doen! Sowieso. Wereldclub, je krijgt 3 jaar de tijd. Mooi shirt, blauw met zwart. Ik zie in mijn ogen... Top verhaal. Heb je hier iets van gezien vorige... Weglopende supporters? Nou, niet zozeer weglopende supporters, maar... Westerman speelde deze wedstrijd, hè? Ja. En dit is gewoon echt gewoon balletjes over hem heen en terughalen en achter hem langs. Dat is gewoon beter voor iedereen. Ik vind het sneu. Nee, maar er zijn een heleboel spelers nu toch die gewoon echt een hele verschrikkelijk slechte wedstrijd spelen op leeftijd. En dan zeggen van, weet je wat? Roel Brouwers. Ik stop er gewoon mee. En dat moet hij gewoon ook even doen. Wie was er nog meer van de week? Nou, zomer. Ja, oké. Okay. Maar goed eens, ja. En dat geeft ook wel het verschil aan tussen Ajax en PSV, hè? Wat voor spelers ze halen. Allebei een Duitser gehaald deze zomer. Voor centraal achterin. Ja, Schwab is ook geen wereldwonder, maar in ieder geval wel beter dan Westerman. Nou, ik denk dat je daar nog geen wereld... Dat is wel echt een hele degelijke verdediger. Nee, absoluut. Maar ik heb altijd... PSV kan gewoon ervaring inkopen. En dat is wel oppassen dat ik mijn trein niet mis, trouwens. Wat Ajax niet beheerst. Ajax haalt toch gewoon VWO-scholieren uit Scandinavië? Dat is toch het hele ding? Vaak wel, vaak wel. Maar dat moet nu, als het goed is, minder worden en avontuurlijker worden. Met veldmaten, die gaat het natuurlijk daar... Ja, Cachera, Sanchez. Cachera moet je nog veel in jong zien. Maar Sanchez is natuurlijk nu al publiekslieveling. Wordt dat... ik geef ook gelijk een mening in deze vraag. Wordt dat niet een beetje gehyped? Sanchez? Hij is heel erg goed. Een paar fantastische acties gezien. Counterhype, hè, wat Jan nu doet. Altijd als hype begint, dan komt er counterhype. Maar is hij echt... er wordt gezegd van, nou ja, na dit seizoen bij Ajax moet hij gewoon echt naar de wereldtop. Nou, er zijn mensen die zeggen van, kunnen we hem deze winter nog houden? Nou ja, we kunnen hem heel makkelijk houden. En dat, volgens mij moet hij gewoon dit seizoen uitspelen en dan nog een seizoen. En dan, als hij dit voort kan zetten, dan komt er wat moois. Als je bij Ajax kan tackelen zonder rood te pakken of een penalty te veroorzaken, dan ben je al heel snel een hele grote man, hoor. Ja, maar het is gewoon een fijne verschijning ook, denk ik. Weet je? Het is een keer een rots in de branding achterin. Dat zijn we niet gewend met al die jongetjes. Dus dat is fijn aan hem. Maar ja, het is echt... Als je 3 keer kan hoog houden, dan zeggen mensen... Je bent de Eredivisie uitgeleerd. Ja. En Barcelona wacht. Ja, ik zou gewoon rustig aan doen. Ik denk ook dat die jongen zelf nog helemaal niet heeft van... ik ben klaar voor de volgende stap. Hij heeft een bewuste Barcelona B getackled, toch? In de zin van, daar ga ik niet heen. Die hadden ook... Nee, ik denk ook wel dat... Ja. Dat is wel... Ja, op zich zit je dan wel heel dicht bij het vuur als je wil slagen in de Europese top. Dus misschien dat een makkelijke route, dus het ziet hem, dat hij hier naartoe is gekomen. Ik ben voor dat soort dingen. Maar zo'n cachera, dat je gewoon niet van tevoren weet wat het is. Hij komt uit Colombia, hij is 19. En, ja, dat is lang niet geweest, man. Het was altijd... jeugdspelers die al 26.000 keer zijn medegedeeld van die komt eraan. Er is geen enkele verrassingsfactor. Het waren allemaal nette schooljongens. Nee, ja, Sanchez en Cachera voor de win. Maar ja, nu hebben we Van Dolberg. Want Cachera is geen buitenspeler. Nee. Traoré gaat hij ook nooit niet worden. Hè? Traoré ook niet. Nee, Jean-Paul vraagt of we het over Guidetti hebben gehad. Oh ja, zeker. Maar misschien kan Arco nog even zijn mening over Guidetti geven.
Ja, ik hoorde jullie het al eerder hebben over geen hekel hebben aan een andere club of wel. Ja, het zieligste, het kneuterigste in mij komt naar boven als ik deze man zie. En ik vraag me dan... That's on you. Ja, het is zo confronterend voor mezelf. Dat ik echt zo, waarom moet ik op deze... Ik ben toch groter dan dit? Waarom moet ik zo haten op deze man? Je bent eigenlijk net als hij. Dat is wat je... Ja, precies. Je love him. Ja, maar ik zit dan echt te denken van... Maar als hij nu... Als ik hierheen rijd... Ik zat naar jullie te luisteren. Als hij nu op het zebrapad oversteekt... Kan ik dan remmen? Weet je, echt, op dat niveau zit ik. En dan ik heb gestudeerd. Ik ben in de 30. Weet je, ik zie mezelf graag als een man van de wereld. Maar dat verdwijnt allemaal. Als een Guidetti op mijn scherm... En dan ga ik hele zure tweetjes... Ga ik ook opeens sturen over deze man. Ik heb dat alleen maar eerder... Dus bij Kuit heb ik dat gehad. Nee, maar er is een vraag... Omdat we een Feyenoordtafel hebben... De vraag luidt aan de hoopvolle havenarbeiders aan tafel. Zijn jullie wel voorbereid op de totale meltdown van Feyenoord die half november begint? En hij is van, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Dublanke Bogarde. Hey. Hallo, 8 mei 2016. Dat is het enige dinsdag. Wat ik zeg. Is dat een dinsdag? Ik vind het inderdaad wel des Feyenoords om gewoon weer even de tweede helft van het seizoen weer helemaal kut te gaan. Dat hoort er ook gewoon bij, snap je? Nee, dit seizoen is anders. Kijk, dit houdt ook altijd een week of 6 vol. Nee, dit is, ik voel het in mijn water. Ja. Gaan we van Feyenoord komende tijd. Go Ahead uit, dan Zwolle thuis. Jantje, dat wordt een Jantje. United uit, Utrecht uit, lastig. Sparta thuis. United uit hebben we al een keer gewonnen. Dat gaat gewoon nog een keer gebeuren. Utrecht uit is wel... Ik geloof er ook nog wel een beetje in. Maar ik weet gewoon met Feyenoord. Feyenoord is wel zo'n club die dat niet zo makkelijk uit kan spelen. Nee, het is anders. Ik ga je zeggen, als het zondagmiddag... pleurisweer is in Deventer. Dus dat het gaat regenen, het veld... Gaat Feyenoord daar niet winnen? Feyenoord gaat daar niet winnen. Ja, ja, waar Feyenoord mooie weervoetballers? Ik heb het voor... Ja, maar jij lacht hem uit vorige keer. Nee, ik wilde even... Is dit echt een ding, mooi weervoetballers? Nee, maar ik bedoel meer... Dat speelt het meer in het voordeel van Go Ahead Eagles... omdat het dan minder voetballen wordt. Ja. Kleinveld, gelijk te lang, alles gewoon persoonlijk. Het is gewoon niet lekker als je op donderdag een zware pot hebt gespeeld... en je speelt op zondag in klote weer... en elke tegenstander, elke keer boom, erbovenop. Nou, nee. Nou ja, ik weet het. Of dat je uitgerust om 2:30 op een uitstekende mat in de Kuip kan spelen. Ik denk dat alleen... Echt. Karsdorp een vervelende middag krijgt als we... Tegen Randy? Nee, ja, tegen Randy Wolters? Ja, maar Randy gaat er wel voor, maar die andere team die gaan er niet zo voor. Ja, dus. Het enige jammer is Fischer is natuurlijk die sparsel schoort. Ik denk Karsdorp, dat vind ik ook een goede speler. Karsdorp, dat hoor je heel veel. Maar jij kneep hem vorige keer wel, hè, toen ik die voorspelling had. Het was NEC Feyenoord. Ik zei Feyenoord gaat punten laten liggen. Toen werd hij helemaal link. Waarom? Hoezo? Hoezo zeg jij dat? Tegen wie? NEC. Wat, tegen NEC? Oh, ja. Ik was toen op rij. Het was de laatste minuut of zo. Nee, 88-1-1 en 93-1-2. Ja, maar dat zijn wel het geluk van de kampioen. Kijk, als de Cubs dit jaar... Dan begin ik hem ook wel te knijpen. Als de Chicago Cubs na 108 jaar opeens kampioen beginnen te worden. Ik heb nog gevraagd naar ze. Oh, nee. Jij wel, hè? Honkbal, ja, tuurlijk. Klasse, ja. Als een club die vervloekt is na 108 jaar kampioen kan worden... Dan denk ik, ja, Het staat in de sterren. Sinds 99 in het huidige voetbal, dat telt ook wel een beetje. Zou je het erg vinden als Feyenoord kampioen? Nou, wat ik van de Feyenoorders die ik ken heb begrepen... Het ergste wat je kan zeggen is, ik gun het ze. Het is wel schattig. Dat is... Ja, dus daarom moeten we dat toch ook... Nee, maar het is gewoon zo. Shout-out trouwens naar onze oude stagiair Ernst. Die dacht dat het wel mee zou vallen met de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord. Zei, nee... Jongens, als Feyenoord kampioen wordt, ga ik gewoon naar de Coolsingel in mijn Ajax-shirt. Dat moet gewoon kunnen. Nou, veel les. En toen keken 6 mensen hem aan zo van... Meent hij dit nou serieus? Ernst, we missen je, jongen. Heb jij trouwens wel geregeld dat jouw partner meegaat indien het gebeurt? De Coolsingel? Kunnen we dat nu op Twitter bevestigen? Dublanke Bogarde gaat mee. En dit is trouwens wel vervelend voor hem, want iedereen herkent jou nu. Dus dan kijk ik steeds naar die jongen naast. Ben jij Dublanke Bogarde? Ik weet het niet. Oh, er is nog niet over gesproken. Je mag de titel nog niet uitspreken. Is hij al een keer, meegeweest met jou naar Feyenoord? Mag ze niks over zeggen, dat zien. Oeh. Ja, hij kan toch even iets roepen of zo? Ja, mag wel. Ja, mag wel. Ja, hij is al eens een keer meegeweest, ja. Mooi. Maar ik ook met hem. En dat hoort binnen een relatie. Maar dat kan wel. Nee, maar dat is sowieso. Nee. Dat is echt... Nee. Dat is het verschil tussen in het hol van de leeuw en in het hol van een kat. Ja, echt.
Ik ben naar één oefenwedstrijd geweest. Naar Feyenoord Southampton. En dat was mijn debuut. Hallo, jullie. Ik denk niet dat jullie begrijpen hoe ongemakkelijk ik mezelf voel in de arena. Want het voelt echt gewoon alsof maar ik zeg maar... Is... Wel, ja, omdat vind het zo wel? Sfeerloos is, bedoel je. Ja, maar je hebt toch niet echt het gevoel dat je door de mensen om je heen geattaqueerd kan worden? Of wel? Maar vrijdag. Soms denk ik wel... Regelt die kaarten bij de website? Nee, soms denk ik wel van, kunnen ze het aan me zien, weet je wel? Ja, dat ken ik wel. Dat gevoel heb ik wel als ik er zit. Van, Oké, moet ik nu, als er gescoord wordt, dan ga ik zeg maar even staan en dan vind je weer. Meer een AZ-supporter als ik zo naar je kijk. Wat? Gewoon een random klapper. Er was ook zo'n guy die Ajax en Feyenoord tenues aan elkaar had genaaid voor een kunstproject. Ja. Dat vond ik ook fucking vet. Die heeft ook doodsbedreigingen gehad en zo. Ja. Maar dat shirt wil ik wel een keer aandoen. Dat lijkt me wel vet. Nou, het is heel gek, want ik heb natuurlijk niks om het mee te meten. Maar ik ben in Nederland wel bij het grote deel van de stadions geweest. En bij Feyenoord, als je daar rondloopt rondom het stadion, dan denk je al van, dit zijn allemaal hooligans. Waar is zeg maar het luxe vak? En toen zat in het stadion, ja, nee, het voelde echt heel super. En ik kan beter ook niet praten op dat soort momenten, zeker niet als ik een paar biertjes op heb. Dus dat heb ik ook weinig gedaan. Nee, maar dat was een grimmige sfeer, vind ik wel. Veel grimmiger dan daarin. Als je uit die Maar ik vind dat leuk, dat eenheidsgevoel, weet je wel. Je bent daar al met echt zoveel mensen gewoon voor één doel. Ja, nee, dat wel. Maar ik denk dat je ten alle tijde makkelijker als Rotterdammer in de arena kan zitten dan vies. Ja, natuurlijk. In de arena zitten er ook heel veel toeristen, bijvoorbeeld. Ja, het is nog geen Barcelona. Ja, en het is niet gek als je Rotterdams naast je hoort. De mensen om mij heen in het vak, die komen uit het hele fucking land. En een tolk nodig. Ja, alsof dat bij Feyenoord niet is. Is dat zo? Ja, allemaal mensen uit Zeeland en zo, die zijn voor Feyenoord. Ja, Limburg. Die hebben geen keus. Nee, klopt. Die hebben geen club. Echt zo. Nee, maar ik herken het wel. Ik moest een keer voor werk, was ik voor een documentaire, was ik bij de bekerfinale. En toen stonden we midden in het PSV-vak. En je denkt gewoon, ze ruiken het aan me, ze zien het aan me. Oh, maar die tattoo op mijn voorhoofd. Ik hoop dat ze hem niet zien. Ja. Ja, die mensen, they don't care. Maar voor jezelf is het echt toch best wel zweet, hoor. Ja, zeker. Heb jij nog wat op je to-talk-list? Ronald de Boer, best geklede man genomineerd voor Esquire. Ja, wat vinden we daarvan? Stem allemaal. Is hij beter gekleed dan Frank de Boer? Ik zeg ja. Ja, die durf ik ook wel te komen. Ja, maar die heeft vaak clubkleding aan en die andere is vaak vrije keuze. Hey, Ronald is wel een smooth boy, man. Ja, hij heeft toch altijd ook van die jonge vriendinnen? Nee, shout-out naar hem. Kom hier. Helemaal goed te zien. Eindelijk een vrouw aan tafel. Gewoon een hand. Fijne wedstrijd. Rustig aan, thanks jongens. Ja, ik wil het hele programma nog wel even zien van de Eredivisie. Oh, nog een keer? Ja, we hebben nog niet alles besproken. Oh nee, zeker niet. PSV, Twente. NS Uno, gaat hij het doen? Ik hoop het. Maar ja, dat heeft meer te maken met de gunfactor van Nieuwe. Ja. Ik denk, ja... Kan het? Kan het al? Twente is Twente alweer zo terug. Goed, alweer zo goed dat kan? Ik vind ze... Of is PSV voornamelijk nog zo slecht? Kan het niet? Wat? PSV wint wel, joh. Ja? Ja, ik denk dat Twente niet naar Eindhoven afreisde met het idee van hier moeten we naar de punten mee terugnemen. Het is op zich wel een ideale combi, zeg maar, van het interesseert ons niet zoveel. Het zijn jonge jongens en je hebt een paar huurlingen die sowieso PSV niks zegt. Dus die gaan gewoon zo naar PSV als dat ze naar PEC gaan. Ja, ik weet niet. Het is op zich wel. Het is wel, ik denk wel een lastig potje voor ze. Ja. Verder nog mooie potjes. Oh, sorry. Dus ga jongens. Yo. Ja, Ajax hebben toch wel vaak volgens mij wel lastig in Alkmaar. Maar mooie potjes altijd. Ja. En ik denk dat Van der Brom ook wel even wil laten zien dat hij eigenlijk het belletje had moeten krijgen in plaats van Bos. Dus ik denk dat hij wel fanatiek is tegen Ajax, extra. Maar AZ heeft het zwaar, hè? AZ heeft het de laatste weken wel echt zwaar, inderdaad. En ik weet niet of het voldoende... Maar ja, er is natuurlijk meestal niks beters dan dat de top 3 op bezoek komt... om dat even... om dan weer de klappers weer uit het leven. Vet. Ja, precies. Ja, het is een goede test. Het is een opmaat. Want hierna komt natuurlijk nog PSV weliswaar thuis, maar toch. Dit zijn wel even... Maar inderdaad, wat je zegt, de wedstrijd van donderdag in de benen. Het is een goede test. Het is geen examen, maar wel een voor de rest werk. PEC Roda. Veel thuisoverwinningen, ja. PEC Roda is nog een soort van... het is wat vroeg om over een degradatiekraker te spreken. Maar die hebben natuurlijk alle twee ook niet makkelijk gehad. Nee. PEC een beetje de weg omhoog. Zou Anastasio de eerste zijn die eruit vliegt? Goedendag. Hey man. Hey, eten. Als... ja, wat kan ik het kwijt?
Qua in de Eredivisie trainers. Ja, als je iemand moet aanwijzen, dan... Maar het heeft ook wel een beetje met dat totale chaosbeleid van Roda van de afgelopen jaren. Of gewoon 10 spelers in een blik en dan weer 10 spelers en dan weer 10. Ja, die gaan in de winterstop weer los, denk ik. Dus wie weet wat er daar dan gebeurt. Nee, kijk, weet je, Ron Jans heeft gewoon te veel gepresteerd bij PEC om eruit gegooid te worden. Die heeft dan een heel lang krediet. Excelsior verwachten ze niks van, dus Van der Gaal gaat er niet zo snel uit. Go Ahead Eagles verwacht ik niet van dat ze zo'n Hans de Koning eruit flikkeren. Nee. En ja, Roda in paniek. Ik denk toch wel dat Anastasio als eerste, want die wordt nu ook wel langzamerhand een beetje belachelijk gemaakt in de media. Ja. Met domme interviews en, ja, die, en dus niet de shine antwoorden. Is er een beetje vanaf. Dus ja, ik denk dat die wel eens... Groningen is nog steeds... Die gaan niet zo snel van hun plan afstappen, maar het gaat wel slecht, hè? Ik had het niet verwacht. Nee. Faber. Nou ja, waar ligt het Sparta dan? Sparta 9e, netjes hoor. Dat is nou nog eens een club. Sparta, waarom ben je niet voor Sparta? Ja. Waarom? Heb je het tegen mij? Ja. Ja, ik weet niet. Veel mooiere club. Veel mooier. Wel een mooie club. We vinden is ook wel een mooie club. Ja. Heeft Ajax ook regelmatig pakkie gegeven, helaas. Shout-out naar Jules Deelder. Ook. Ja. Verder hier nog NEC. Ja, ik had het net met Jordi over welke trainer het eerst uitvliegt. Wij denken die van Roda, Anastasio. Ja, dat denk ik ook wel. NEC nu, ja, 11 punten. Ibala natuurlijk een beetje gekkie, maar ook wel heel erg interessant. Ja, die hebben het lekker weer boven, denk ik hoor. Dat komt wel goed. En er roept hier ook iemand Fraser hoe stabiel zijn positie is. Oh ja. De nummer 1 album in the country. Oh, je bedoelt Jonah Fraser. Het lijkt me redelijk stabiel binnenkomen. Ja, dat is aardig. Maar is zijn ze familie van elkaar? Weet ik niet. Jammer. Ja. Oh, mijn Henk. Hij staat nu 7e met Vitesse, 11 punten. Of 15 punten. Ja, hij heeft toch ook wel redelijk bewust voor een soort geleidelijke weg gekozen. Ja. Bij ADO stond hij er best goed op. Ja. En dan nu is dit een ideale volgende stap. Alleen ja, wat ga je ooit doen met Vitesse natuurlijk? Dat is heel moeilijk, want alles is daar weg voordat je de echte weet wat er rondloopt. Heel misschien nu eindelijk een keer in de beker dat ze wat gaan shinen. Ja, Van Wolfswinkel nu natuurlijk wel met de spits die gewoon van jou is. Maar die wil denk ik ook zo snel mogelijk weer vertrekken. Fraser, hoeveel krediet heeft hij, denk je? Bij Vitesse. De Vitesse heeft supporters die zich altijd roeren met een... Ja, ik weet het niet. Niet super lang. Maar ja, de 7e. Ik zat eventjes te zoeken om het goed te praten voor Fraser. Maar is dat toch 7e? Ik weet niet wat Vitesse verwacht. Nee, is toch prima eigenlijk. Ja. Ja. En Ajax moet binnenkort ook weer naar Utrecht, hè? Of duurt het nog even? Volgens mij, ik hoorde Jean-Paul laatst zeggen dat nog wel even duurde. Ah, oké. Vind ik echt eenzijdige rivaliteit. Daar kan ik echt niks mee. Een beetje kneuterig. Zo, ja. En dan zeker op zo'n dag dat het verkeerd uitpakt, weet je, met DJ'tje voor de wedstrijd en heel veel vuurwerk en alles. En dat je dan gewoon eraf gaat. Ja, jezus, veel pijnlijker wordt het niet, toch? Je had zo'n periode, Groningen doet het tegenwoordig wat minder. Maar dan stond iedereen in 110% anti-Ajax. Ja, het denk veld van, in de ja, fik steken, alles. Gozer. Ja. Eenzijdige rivaliteit is de grootste turnus in Nederlands voetbal. Ja, en dat is volgens mij altijd ook wel een beetje de pijn. Zal dat altijd blijven van PSV. Omdat zij heel graag de rival van Ajax willen zijn. Maar dat is gewoon niet. Ja. Ondanks dat Feyenoord zo ondermaats presteert, blijft dat wel gewoon je echte rivaal. Zeg. Ondermaats, kijk even naar die stand. Kijk even nu, naar die stand. Nu. Maar er zijn ook tijden geweest dat ze hier bengelden. Hè? Ja. Maar dat geeft niet. Nou, Eredivisie, buitenland. Heb jij nog mooie potjes waar de mensen voor moeten gaan zitten dit weekend? Je hebt de London Derby. Je hebt Arsenal Tottenham. Bij Arsenal? Hij is bij Arsenal volgens mij. Ja, hij is bij Arsenal. En Kane is terug, maar dit durft hij nog niet zo zwaar te gaan belasten. Dus die zal waarschijnlijk niet starten. Ja, Vincent Janssen. Ja, mooi zijn niet, als hij daar dan uiteindelijk in losbarst. Ja, maar Engeland kan wel weer even natuurlijk... Het is natuurlijk vorig jaar die mega hype met Leicester. En het is nu natuurlijk wel 3-4 teams bovenaan. Maar ze kunnen daar ook alweer even een relletje gebruiken of een dingetje. Dus hopelijk is er bij de London Derby weer even wat... Ja, in de lijn der cups zit voor mij waarschijnlijk dit jaar Liverpool. Dat zou ik echt prachtig vinden.
Ja, dat is een beetje het Feyenoord van Engeland, maar dan nog langer. Geen kampioen geworden. Nog grimmiger. Vroeger de grote staat van die. Sturridge is echt mijn favoriete speler. Ja, en die heb het moeilijk, maar dat vind ik ook zonde. Want... Maar gewoon ook als mens, zeg maar. Omdat hij is fucking grappig. Ik weet niet of jullie dat doen, maar je moet echt losse YouTube-filmpjes van Sturridge opzoeken. Hij maakt al zijn teamgenoten een beetje belachelijk op Instagram-foto's en zo. Het is een master. Er zijn niet zo heel veel voetballers nog die ik echt leuk vind. Sturridge is number one. Ik ben die dans aan het oefenen voor hem, maar ik ben er nog niet. Ik hoop dat hij nog een belangrijke rol krijgt dit seizoen. Want voorlopig is het toch alleen maar als het programma druk is of een bekerwedstrijdje en dat soort dingen. En voor de rest hebben we in... Chelsea-Everton. Chelsea-Everton. Ook een aardig potje. Voor Ronald Koeman, zware uitwedstrijd tegen Conte. En ja, de wedstrijd van het weekend is op voorhand, zou je zeggen, Barcelona-Sevilla. Ja, mooie pot. Ja, ik ben benieuwd... De trainer doet natuurlijk helemaal geen aanpassingen conform tegenstanders, hoe groot ze dan ook zijn bij Sevilla. Ja, er gaat in ieder geval veel doelpunten vallen. Het kan zijn als ja, ik denk dat het zou fijn zijn als dat gewoon 7-5 wordt of zo. Het kan met dit Sevilla. Het is, ik is had niet een, verwacht dat ze het zo goed zouden doen, zeg maar. Wel dat de entertainmentwaarde hoog zou liggen. Maar juist in het begin, toen het nog een beetje lastig ging, denk ik van, oh jezus, weet je, die wordt er zometeen uitgeflikkerd omdat die tiende staat. Maar dan heeft hij wel alles 6-5 gewonnen. Ja, ik zit nou even stand erbij te kijken. Het zit er ook dicht bij elkaar, hè. Real Madrid eerste 24 punten en Sevilla 21 op een vierde plek. Sevilla volgens mij vorig weekend of dat weekend ervoor heel kort op 1 gestaan. Dus ja, die staan gewoon heel hoog boven hun stand. En dan in Duitsland nog een potje, toch? Ik had die drie genoemd wel het even van tevoren over. Van nou, dit zijn ze wel. Toen zei hij, nee, anders is er zeker nog eentje in Duitsland. Ja, nee, ja, op voorhand verwacht je niet zoveel spectaculair. Maar ja, Hoffenheim is één van de twee ploegen in Europa die nog steeds niet heeft verloren. Die doen het hartstikke goed. Die moeten in de competitie. In alle, ja, ze hebben geen Europees voetbal, dat scheelt. En beker is voetbal, is dat? Beker zit ze nog in. Ja. Maar die moeten uit naar Bayern München. En dan is het aan Bayern om het Hoffenheim in vorm van de 29-jarige trainer te verslaan. Ja, 29. Ja. Man. Ik ben benieuwd als dat ooit... Zeg maar, het is vanaf dat hij begonnen is goed gegaan. Boven verwachting zelfs. Maar op het moment dat dat niet meer goed gaat... dan vraag ik me af hoe lang spelers die ouder zijn dan de trainer... hoe lang dat zeg maar goed gaat. Hoe lang dat getolereerd wordt. Dat het... is fucking moeilijk, man. Ik nu al, als ik voetballers zie, dan zie ik... oh, ze zijn geboren in 1996. Dan schrik ik me helemaal de tering. Ja, was vorige week weekend 97. En bij Excelsior is er eentje gedebuteerd 2000. Ja, precies. Oh, dat gaat echt niet. En in Turkije vanavond? Ja, hoe gaat het? Is het al 6 uur? Hoe gaat het? Het is al 6 uur geweest? Ja. Oh, ik krijg nou wat. Ja, hoe gaat het? Dan moet ik even mijn ding kijken. Ik kijk wel even voor je. Ga jij even vertellen wat er speelt? Ja, Galatasaray speelt thuis tegen Başakşehir. Het potentiële Leicester City verhaal van Turkije. Alhoewel, ze al 2 jaar achter elkaar vierde zijn geëindigd. Maar het is gewoon... Nee, ik ga het ook geen Leicester noemen, want daar hebben ze te weinig historie voor. Het is net niks. Het is de club... gigantisch stadion. Beetje zoals Istanbulspor toen. Ja, ja, maar dat had nog wat volksig, zeg maar. Dit is echt gewoon... It's plastic. Ja, het is super plastic. Ja. Het heeft helemaal niks. En dat is jammer, maar ze voetballen heel goed. Hoe staat het? 10 minuten bezig, 0-0. 0-0, gelukkig. Maar jij bent toch vervener? Dit gebeurt jou vaker, Pep. Wat een slechtige. Dus dit vind ik echt... Arnold Brugging zei laatst tegen mij... Jij bent toch de Fev van Feyenoord? Dat vond ik kut, maar dit kan ik echt niet handelen. Dus misschien mijn bijdragers voor vandaag blijven hierbij. Als jullie dat shit willen afronden, ga ik met Galatasaray opstarten. Ja, je bent er klaar mee? Ik weet niet. Heb jij nog wat? Wil je nog wat toevoegen? Hebben we nog iets niet besproken? Want je wilde wat over Babel zeggen, zei tegen mij. Wat is er met Babel? Hij is een seksistische hond. Wel een goede 1-0-1 bar sessie. Tot zover. Ooit. Ryan Babel, beste voetballende rapper ooit. Iets meer toelichting. Ik ben bij hem thuis. Het was supergezellig. Vond een aardige jongen, maar voor de rest... Hij heeft 2 keer tegen meisjes gezegd dat hij niet met ze in discussie gaat over voetbal, omdat het meisjes zijn. Ja. En tegen een van hen heeft hij zelfs gezegd, grow some tits. Want dan doet hij het wel? Of dat was gewoon super... Dat was zeg maar gewoon zijn belediging of zo naar haar toe. Anyway, I don't like him. Geen shout-out naar hem. Meest seksistische voetballer? Of die is er iemand erger dan Babel? Het zou kut voor hem zijn als het niet bestaat. Nee. Nee, nee, Babel, ik neem aan van wel. Het is Babel. Oh man, ik had zoveel love voor Babel. Ik wist het ook niet. Simon, heb jij nog wat...
het volk te zeggen? Nee, ik vind wat wel komt dat... eraan bij Noah's Ark? Ark Alarm? Ja, Ark Alarm. Er komen misschien een paar videoclips. Maar, en er komt misschien nog een album aan van een soort Legend. Maar ik kan er verder nog niet zo heel veel over zeggen. Super mysterieus. Zo, deze teaser. Maar... Arco, ja, jammer dat je zo laat was. Was je werken? Ja, ja. Dat ook gewoon. Ja, 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 ja. Hij komt net uit Japan. Nieuw-Zeeland. Oh. Ja. Maar dan gaan we offline nog even bijkletsen. Zeker. Ik denk dat je even binnen kan vallen. Jan, complimenten. Dank je. Woe! Ja, avond. Ja, ja. Dankjewel dat je er was. Jij ook, jongen. Mensen, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei.